Beste mensen, van harte welkom allemaal bij deze radenavond van de regio Hart van Brabant. Fijn dat u alle met ons meekijkt. Allereerst eventjes onze excuses van de verwarring in de tijden. Er was blijkbaar gecommuniceerd dat we vanaf 6:30 al online waren. Dat werd ietsje later, omdat we hier technisch nog wat dingetjes moeten regelen. Als het goed is, bent u nu allemaal met ons mee. Ik hoop dat u dit goed kunt zien en kunt horen. Mocht er iets niet goed gaan, u kent het systeem en mijn 06-nummer is permanent in beeld. Dus daar kunt u altijd dingen op doorgeven. Dan zal ik dat hier ook aan de techniek doorgeven. Dus ook dingen als het geluid niet goed is, als het niet hard genoeg is, laat het ons weten. Mijn naam is Richard Engelfried. Ik ben tijdens dit onderdeel uw moderator. En ook voor alle inhoudelijke vragen wil ik u graag vragen om zoveel mogelijk van sms gebruik te maken. Stuur dus gewoon even een berichtje. U mag er zelf voor kiezen of u uw naam eronder zet of niet. Ik lees alle berichtjes gewoon netjes voor. Na afloop gooi ik al uw berichten uiteraard weg. Ik ga u verder niet spammen. Het is puur een methode om met elkaar het gesprek te kunnen voeren. Als u social media gebruikt, naar buiten toe, gebruik dan even de hashtag Regio Hart van Brabant. Dat vinden we ook leuk. Dan kunnen we ook zien wat u allemaal naar buiten brengt. Dan kunnen we dat uiteraard ook allemaal verzamelen. Ook even belangrijk, alle huishoudelijke mededelingen. Deze uitzending is na afloop terug te zien op het YouTube-kanaal van de regio. Dus daar kunt u alles nog terugzien. En ook de slides worden uiteraard gedeeld. En alle vragen, de inhoudelijke vragen, dus zonder alle namen, uiteraard vanwege de privacy. Maar die vragen zullen we uiteraard ook netjes bundelen, zodat u wel allemaal keurig kan nalezen wat er allemaal aan bod is gekomen. En die kunt u uiteraard dus ook allemaal terugvinden op de website van de regio. Ik wil even het programma ook aan u laten zien. Dus ik ben nu even bezig met de huishoudelijke mededeling. Zo dadelijk het officiële welkom door de burgemeester van Hilvarenbeek. Wij zenden vandaag uit van cultureel centrum Elkeliek in Hilvarenbeek. Waarvoor uiteraard ook veel dank voor de gastvrijheid. En vervolgens ook een welkom door de voorzitter van de regio. Met hem zal ik ook een aantal actualiteiten doornemen. Vervolgens het onderdeel Follow the Money en Inkoop Sociaal Domein met twee experts. En dan eigenlijk het hoofdonderwerp vanavond, of in ieder geval het onderwerp waar we de meeste tijd aan gaan besteden. Dat is het onderwerp governance, wat ik met twee onderzoekers zal gaan bespreken. Daar leid ik u allemaal doorheen. We maken ook gebruik van Mentimeter. U kunt nogmaals al uw vragen stellen. Ook misschien goed om even te noemen, vanuit de klankbordgroep zit Katie Noordegraaf ook in deze zaal. Om ook weer in de gaten te houden of al die dingen die daar zijn besproken ook in deze avond allemaal keurig terugkomen. Dat zijn denk ik even de belangrijkste huishoudelijke mededelingen. Ik hoop nogmaals dat het voor u allemaal goed zichtbaar en goed hoorbaar is. En dan gaan wij zo dadelijk aan het echte programma beginnen. En zoals gezegd doen we dat met een welkom door burgemeester Evert Wijs van Hilvarenbeek. En dat doen we door een videoverbinding. En het allermooiste is, als ik nou op dit knopje druk, dan gaat hij als het goed is starten. Goedenavond dames en heren. Van harte welkom in de gemeente Hilvarenbeek. U bent hier weliswaar niet fysiek aanwezig, maar wel digitaal. En het programma dat voor u is samengesteld, wordt vanuit onze gemeente met u gedeeld. Dus ik vind het toch belangrijk om u even hier welkom te heten. Normaal gesproken zouden we elkaar in de ogen kunnen kijken, maar we zijn er inmiddels allemaal aan gewend dat we ook op deze manier toch goede en zinvolle bijeenkomsten met elkaar kunnen hebben. Als ik kijk naar het programma van vanavond, dan ben ik ervan overtuigd dat het ook nu weer zal lukken en dat u zometeen een mooi en interactief programma krijgt voorgeschoteld. En ik wens u daar veel plezier bij en ik hoop dat het ook een mooie en een leerzame avond wordt. Dank u wel. Dank aan burgemeester Wijs en dank nogmaals ook aan de gastvrijheid van Elkeliek en van de gemeente Hilvarenbeek om hier vanavond te zijn. En ik had het ook al aangekondigd, uiteraard ook een welkom door de voorzitter van de regio. Hij staat al naast me, Theo Weterings. Dames en heren, collega's, goede avond. Fijn dat u heeft aangehaakt op deze verbinding en dat u met ons vanavond een regionale avond heeft in Hart van Brabant, waarbij twee belangrijke onderwerpen aan de orde zijn. Zowel een toelichting op het rapport Follow the Money als de stand van zaken met het onderzoek naar beste bestuursvormen die wij in de regio kunnen gebruiken. Het onderzoek van Tilburg University, waar wij opdracht toegegeven hebben, ook na de laatste verenigde vergadering aan het begin van deze raadsperiode. Als wij samen meer taken willen doen en welke mogelijkheden hebben we daarvoor en wat is dan de best passende bestuursvorm daarbij. Daarover worden wij vanavond geïnformeerd. Ik ben zelf net zo benieuwd als u, omdat de onderzoekers ervoor gekozen hebben een tussenstand te geven en juist ook nu op te halen wat u daarvan vindt. Dat vond ik zeer passend ook bij de goede discussie die wij aan het begin van deze raadsperiode hebben gehad als het gaat om hoe wij willen samenwerken. De motie uit de Verenigde Vergadering die ook heeft geleid tot dit onderzoek.
En de onderzoekers nemen u mee in wat zij tot nu toe hebben opgehaald. En daarna, op het einde van de avond, hoop ik iets te kunnen zeggen over hoe wij daar aan het begin van het nieuwe jaar mee verder gaan. Maar Richard, dat is het einde van de avond. We staan pas aan het begin. Ja, nee, we staan nu inderdaad aan het begin. Dank daarvoor. Ik krijg ook een paar berichten binnen van mensen die zeggen de techniek is goed, ik kan alles goed horen, prima, complimenten. Dus nou, dat horen we uiteraard graag. Maar ook klachten kunt u uiteraard ook altijd kwijt. Dus nogmaals, bij voorkeur via sms. U ziet mijn nummer in beeld en social media. Gebruik de hashtag Regio Hart van Brabant. Ja, en dan heb ik op de volgende slide nog een puntje staan. Daar staan actualiteiten. Ik weet niet of u een dierenliefhebber bent, maar wellicht is hier nog iets te melden over een nieuwe zebra die geboren is. Maar inhoudelijk heb ik staan dat ik u iets moet vragen over de lobby. Ja, nou, de actualiteiten met deze plaat, dat brengt ons in ieder geval ook op een andere plek in Hilvarenbeek. In die zin vind ik hem wel passend. Maar het gaat over de gezamenlijke inzet die wij hebben als regio's. En dat is zeker uniek, ook als we kijken hoe we daar zowel stad als landelijke gemeenten optrekken. Om te zorgen dat de financiële positie van gemeenten beter wordt. U heeft de lobbybrief, de stand van zaken, ontvangen. Die gaat in op de actualiteit. En wij blijven gezamenlijk werken om met alle betrokken overheden, met de VNG, met de M50, met de grotere gemeenten, het kabinet duidelijk te maken dat de financiële positie van de gemeenten echt slecht is. En alleen maar slechter wordt als er geen goede maatregelen komen. De herverdeling van het gemeentefonds. We zullen zien wanneer hij komt. Maar eerst zal de opschalingskorting er definitief van af moeten. Niet verdere kortingen, want anders wordt de koek alleen maar kleiner en dat willen we niet. We zullen ervoor moeten strijden. Het onderzoek wordt mogelijk in december gepubliceerd dat er een extra aanvulling komt om de tekorten in het sociaal domein, met name in de jeugdzorg, te kunnen compenseren. Dat blijft een harde eis van de VNG. Dat blijft een belangrijke inzet van onze gezamenlijke lobby. En tegelijkertijd speelt de discussie over de herverdeling van het gemeentefonds. Maar we willen ook een goede discussie over de vraag van, worden wel de juiste normen vergoed bij de taken die de gemeenten moeten doen. U kunt in de lobbybrief lezen wat de laatste stand van zaken is. Ik moet u zeggen, ik word er somber over of we voor de verkiezingen nog inzicht krijgen in wat er werkelijk aan rapporten ligt. De eerste die moet komen is in december het rapport over de jeugdzorg. En het mag duidelijk zijn, onze boodschap aan het huidige kabinet en elk toekomstig kabinet zal blijven. Zonder compensatie van middelen in de jeugdzorg valt er überhaupt niet met gemeenten te praten. Kijk, volgens mij is die boodschap klip en klaar. Ik neem ook aan, mochten er raadsleden zijn, ik neem aan dat ze hem allemaal gehad hebben. Als ze hem niet gekregen, even contact opnemen met de griffier. Die kan hem uiteraard zorgen dat hij daar komt, mocht dat dus niet zo zijn. Vooralsnog zijn hier geen vragen over binnengekomen. Mocht dat wel zo zijn, zal ik ze uiteraard nog even aan u voorleggen. En u kondigt al aan, hè, u bent hier heel de avond bij. Aan het einde vraag ik u uiteraard ook nog even over het vervolg en ook wat u van deze avond vond. Daarmee voor nu alles wilde zeggen over de actualiteiten en over de stand van zaken. Ja. Dan wil ik u hartelijk danken, meneer Weterings. En nogmaals, als u vragen heeft, laat dat ons vooral weten. Hij doet het sowieso altijd super. Oh, ik weet niet of dat over u gaat, meneer Weterings, maar we krijgen hem binnen. Dank daarvoor. Dan gaan we nu door naar het volgende onderdeel. En ook dat is al even aangekondigd. Follow the money en inkoop sociaal domein. Twee thema's en die worden toegelicht door Erik Roest en Stef van der Weert. Ik ben overigens benieuwd, ik weet niet of iemand van de techniek me dat kan melden, hoeveel kijkers we inmiddels hebben. Dat is wellicht voor jullie ook leuk om even te horen naar hoeveel mensen we aan het kijken zijn. Dus als iemand van de techniek me even dat kan laten weten, misschien dat u het gelijk kan zien, maar ik niet. Maar dan beginnen we even met het voorstellen van beide heren. Eerst aan deze kant. Ja, ik ben Erik Roest, programmamanager sociaal domein bij de gemeente Tilburg. Mooi, welkom en fijn dat je er bent. En aan deze kant uiteraard ook allemaal keurig op 1,5 meter afstand. En ik ben Stef van der Weert, ik ben strateeg sociaal domein voor de gemeente Tilburg. Yes. Nou, met jullie gaan we dus aan de slag met deze twee thema's. Dat doen we in ongeveer 20 minuten. En ik heb begrepen, het eerste stuk, Erik, over Follow the Money, doe ik vooral met jou. Ja. En uiteraard, Stef, als jij zegt, oh, daar wil ik nog iets over zeggen, doe dat ook vooral. En daarna gaan we de rollen omkeren. Dat doet hij ook. Nee, ja. Zo kennen jullie elkaar ook. Heel goed. Ja, we beginnen hier maar even met een krantenartikel. Ja, vertel, want dit hebben we wellicht, ik denk iedereen wel gezien, maar toch, licht even toe. Ja, dat was hot nieuws, Richard. Een tijdje geleden kwam dit in het landelijke nieuws ook, maar ook in het Brabants Dagblad. Want Follow the Money, een onderzoekscollectief, en het Brabants Dagblad hadden onderzoek gedaan naar zorgwinsten. En de kop was zodanig opgesteld dat het leek alsof heel de regio Hart van Brabant en Tilburg wel 100 miljoen aan winsten genereerden voor zorgaanbieders. Ja.
Ja, dat was wel een tikkeltje overdreven, want de hele omzet aan het sociaal domein in de regio is bijna 100 miljoen. Dus dat was wel erg knap. Maar dat neemt niet weg dat het een maatschappelijk probleem is waar de regio Hart van Brabant, maar eigenlijk alle gemeenten wat mee moeten. En sterker nog, ook het Rijk zou er wat mee moeten. Precies. Want we zien toch helaas dat een aantal aanbieders, gelukkig het merendeel, hè, laten we dat ook zeggen, maakt geen misbruik van, doen hun best. Maar er is toch altijd een klein clubje die de mazen van de wetten en de regels opzoeken. Precies. Ja, en daar morele of zelfs echte fraude mee plegen. Ja. En dat kan gewoon niet. En dat aspect moeten we natuurlijk serieus nemen. En misschien goed in dat kader, hè? Je hebt een aantal slides en nogmaals, deze zijn allemaal keurig te downloaden. Hè? Als je zegt, er is veel tekst, wilt nalezen. Er gebeurt al aardig wat. Hè? Ik lees maar een paar dingen voor hier. Hè? Je kunt het ook lezen, we screenen jaarrekeningen, we maken risico-inschattingen. We houden op basis van datasturing, steekproeven en meldingen zorgorganisaties in de gaten. We monitoren de doorlooptijd. En dat is wel leuk om te melden, dit laatste heeft onlangs €1 miljoen opgebracht voor de regio. Dat klopt. De vlag kan uit. Nou, dat niet, maar ik denk dat dit wel laat zien. Kijk, er werd op een gegeven moment ook een beeld gegenereerd alsof de regio Hart van Brabant helemaal niet zou doen. Maar dat is natuurlijk niet waar. Er werd al hard aan gewerkt. Nou, je hebt het net allemaal netjes voorgelezen, maar allerlei acties die we ondernemen om die financiën en het, de goede speelregels in de grip op te houden. En wat we ook laatst gedaan hebben, dat is wel ook een mooi voorbeeld. Je ziet toch dat soms, per ongeluk, soms misschien een beetje bewust, zogeheten arrangementen, dat zijn de afspraken die de gemeente met de zorgaanbieders en de klanten maakt, van wat heb je nou exact nodig, dat die soms te lang doorlopen. En als je niet meer geholpen wordt of minder, dan moeten die arrangementen gewoon stopgezet worden, want dan willen weer andere cliënten mee helpen. Nou, dat zijn dus ook natuurlijk allemaal mooie resultaten. Dus ik denk, en dat willen we ook als regio ook aan iedereen ook duidelijk maken van, we zijn al heel nadrukkelijk bezig met dit probleem. Maar dat neemt niet weg dat het altijd beter kan natuurlijk. Nou, dat is een hele mooie spiegel, want we mogen altijd natuurlijk de loftrompet, maar er kunnen uiteraard een aantal zaken beter. Ja. En hier zien we, bij de nieuwe inkoopstrategie is het voornemen om aan de voorkant met minder aanbieders te gaan werken en nadrukkelijk aanvullende kwaliteitseisen te gaan stellen. We gaan de inkoop segmenteren in verschillende onderdelen en verder is het voornemen om nog nadrukkelijk in de verordening en contracten financiële en inhoudelijke normen op te nemen. Ja. Zoals winst, overhead, personeelsratio, solvabiliteit en dividend. Ja, hoop techniek, Richard. Ik kan me ook voorstellen dat mensen denken, levert dat nou niet juist weer een hele hoop extra werk op? Ja, dat is een gevaar. Dat zie je ook goed. Hè. Dus we moeten goed kijken van, waar leg je de balans? Hè? Want vertrouwen is goed. Sommigen zeggen controle is beter. Heel even tussendoor. Erik Roest is slecht te verstaan. Dus wellicht dat we hem een klein beetje kunnen... Ja, nee, we schuif je een beetje bij. Ja, dus ik praat netjes in mijn microfoon volgens mij. De techniek gaat je gewoon iets harder zetten. Nou, en ik zou ook iets harder nog gaan praten. Nee, kijk, vertrouwen is goed. Controle is beter. Maar je moet er natuurlijk wel een balans in zien te vinden. Want het moet ook niet zo zijn dat zorgaanbieders en klanten en gemeenten in de regio door hele lange lijsten moeten gaan aanvinken en systemen moeten gaan bijhouden. Dus daar moeten we de balans in vinden. Maar waar we echt mee willen beginnen, en daar zal Stef straks ook nog wat over zeggen, is van we hebben nu een systeem, een zogeheten open house, waarmee je zowel voor de WMO's, de jeugd, wel 140 aanbieders hebt. En die moet je allemaal in de gaten houden, relaties mee opbouwen, bezoeken. Ja, en we leren toch ook uit andere regio's dat dat toch best wel ingewikkeld is. En eigenlijk wil je naar minder aanbieders toe, die gewoon een dekkend aanbod kunnen geven, wat klanten nodig hebben en inwoners uit de regio, waarmee je gewoon voldoende zorg kan leveren. Ja. En als je er minder hebt, kun je betere afspraken ook maken en echt de langdurige relaties ook aangaan. En heel kritisch kijken van wat willen ze nou betekenen voor de regio? Nou weet ik dat de raadsleden die kijken, die horen dit soort verhalen natuurlijk ook uit de praktijk. Die krijgen ook wel eens mailtjes, die krijgen ook wel eens signalen door. Hebben jullie daar onderling ook contact? Ik zie jou knikken. Ja, kijk, wat wij natuurlijk doen is ook op allerlei signalen inspringen. Dat doen we eigenlijk, dat staat niet op de sheets, maar dat is wel heel goed dat je dat zegt. Ook dat gebeurt natuurlijk. We krijgen signalen via toezichthouders binnen, via onze toegang, raadsleden. We hebben ook WMO en jeugdtoezichthouders die ook dit soort signalen gewoon oppakken. Ja. En daarmee aan de slag gaan, of onze contractmanagers. Dus wat dat betreft ook een oproep, blijf dat ook uiteraard vooral doen. Ja. En blijf dat gesprek ook voeren. Ja. We zien hier tussen haakjes één, dus dat betekent dat er nog een tweede aankomt. Ja. Wat er ook nog beter kan, dat zijn aanbieders en zeker die met slechte bedoelingen zoeken de mazen van de wet op
en kunnen duidelijker normen. Je zegt al gelijk, dit is een hele belangrijke. Nou ja, kijk, als ik toch even terug ga naar de eerste sheet. Hè. Ja. Kijk, we zijn eigenlijk drie dingen aan het doen. Dat is gewoon naar minder aanbieders toe, betere relaties opbouwen, kritischer zijn in wie je naar binnen haalt. Nou, dat kan straks ook. Precies. Als we met de nieuwe inkoopstrategie van start gaan en ook nieuwe aanbestedingen doen. Dat gebeurt bij 1 januari 2022. Daarnaast willen we ook kijken van welke tarieven hanteren we. Want we hebben grote aanbieders, kleine aanbieders. En de systematiek die we nu gebruiken, het zogeheten resultaatgericht financieren middels het open house systeem. Je hebt eigenlijk een soort van tarief voor one size fits all. Dus of je nou groot bent of klein, je hebt te maken met hetzelfde tarief. Maar een grote instelling, die heeft natuurlijk veel duurdere overhead dan een kleine instelling of een zelfstandige die net begonnen is. Ja, en weinig overhead kosten heeft. Dus die kunnen daar dan ook veel meer winsten in maken. Dus we willen ook in onze nieuwe systematiek ook veel beter aansluiten bij de soort aanbieder, de grootte, de type zorg die levert. Zodat je ook minder van die winsten onnodig kan maken. Of ook verliezen, hè? Want dat is de andere kant van het verhaal. Want er zijn ook aanbieders die hebben het gewoon te lastig, wat misschien ook een punt van zorg is. Maar dan nog, en dat is ook een van de signalen die we ook meekrijgen, is van je kan alles dichttimmeren, maar dan nog heb je altijd aanbieders die de mazen van de wet opzoeken. Dus ook daar moet je op gaan inspelen van hoe kun je dat in de gaten houden. Ik kan me ook voorstellen dat je dat doet. Hè? De banken doen dat ook vaak met bepaalde risicoanalyses. Dat je zegt, als dit en dit soort eisen, dan gaat er even een pingetje en dan gaat iemand ernaar kijken. Ja, dus wij hebben ook al, wij doen ook al onderzoeken. We hebben ook een systeem waarbij we die aanbieders in de gaten houden, maar dat kan nog beter. We willen nog specifieker kijken van wat zijn nou de normen? Waar we op moeten letten als het bijvoorbeeld gaat om de personeelsverhoudingen, de solvabiliteitsverhoudingen. Dan kijk je meer naar, we lopen aanbieders niet te veel risico. Ook de overhead, dividenduitkeringen. En het lastige is, wij kunnen heel veel misschien beperken in onze nieuwe inkoopstrategie. Maar je hebt ook te maken met landelijke wet en regelgeving. En om een voorbeeld te geven, onlangs stond in de krant dat Den Bosch, Die had ook die berichtgeving gezien uit Follow the Money. En die zeiden van, wij weten het, we nemen bepalingen op van dat alle zorgaanbieders maximaal 5% winst mogen maken. En als ze daar overheen gaan, moeten ze dat terugstorten in de zorg. Nou, wij hebben natuurlijk ook met Den Bosch gebeld, we spreken ze regelmatig. Wat gebeurt er dan? Nou, die zeiden ook van, wij hebben ook Follow the Money het onderzoek gekregen. En wij willen daar ook actie op ondernemen en terecht ook. Ja. En ze dachten van, dat is een eerste goede stap. Maar ook zij gaven aan van, daarmee timmeren we het niet helemaal dicht. Want er zijn ook altijd andere mogelijkheden om de mazen van de wet te zoeken. Door bijvoorbeeld BV's ernaast te creëren. Waarbij dus met andere woorden, welke maatregelen we ook nemen, we zullen ook altijd kritisch moeten blijven nadenken. Want er zijn natuurlijk altijd partijen die maar door blijven gaan. Je moet ook een zekere mate van flexibiliteit inbouwen in je systeem om dat in de gaten te houden. Niet achteroverleunen, dat is een belangrijke. Daar zijn we het volgens mij denk ik met elkaar over eens. Iemand stelt nog per sms een vraag. Kunt u uitleggen waarom grote aanbieders relatief meer overhead hebben dan kleinere? Ja, dat kan. Hoe meer personeel je hebt, des te meer ook je aan ondersteunende diensten moet opbouwen. Kijk, als je maar 3 man personeel hebt, dan kun je vaak nog de personeelsadministratie gewoon zelf doen. Je doet de schoonmaak nog zelf. Alles is heel klein. En dan kun je, als je dan gewoon een tarief hebt die ook voor grote instellingen van waarde is, dan kun je daar grote winsten uitboeken. En naarmate je groter wordt, en dat zie je ook, neemt die winstpercentage ook af. Als je gewoon een amarant bent of een sterk huis, dan heb je toch een heleboel mensen te ondersteunen en ook gebouwen te onderhouden. Dat is niet zomaar even te doen. Volgens mij een helder antwoord. Mocht het niet helder zijn, dan laat het uiteraard ook gewoon weten. Ik zie voorlopig even geen andere vragen. Dan kijk ik nog even, Erik, naar jou. Belangrijkste dingen wat jij kwijt wilde hier kunnen vertellen? Tot slot. Wij kijken natuurlijk ook wat het Rijk aan het doen is. Die is ook met wet en regelgeving bezig. Die zijn ook zoekende. En ik vind wel, en dat valt me ook op als we andere gemeenten, het Rijk, de VNG praten, ook daar is veel te verbeteren. De minister die zei van gemeenten kunnen best wel veel zelf ook doen. Maar het valt ons wel op, hè, want wij zijn hier fanatiek mee bezig. En nog fanatieker dan Follow the Money. Ja. Die we ook zeer serieus nemen. Is dat er ook landelijk tussen Rijk en gemeente ook nog het nodige valt te verbeteren. Maar ook ten opzichte van zorgverzekeraars en zorgkantoren. Want sommige instellingen, daar houden we gezamenlijk toezicht op. Ja. En daar zitten nog wel wat lijntjes te leggen. Helder. Er komt nog een opmerking terug over die vraag van die grote aanbieders. Diezelfde persoon zegt, volgens mij gaan grotere juist efficiënter werken. Dat zou toch heel het idee zijn van schaalvergroting. Dat die overheid juist kleiner wordt, zegt deze persoon. Dat klopt ook. Hè? Dus we moeten altijd kijken naar een tarief. Het gaan niet allebei kloppen. Toch? Nee, maar wat die persoon zegt, ik weet niet wie het is, maar kijk hoe groter je bent, hoe efficiënter je kan werken. Exact. Maar als je heel klein bent, en dat is wat ik probeer duidelijk te maken.
Ja, en je hebt dezelfde tarieven als die grote organisaties. Zeker als je net start, dan, dan is het heel makkelijk om grote winsten te maken. Misschien ook in termen van efficiëntie. In termen van efficiëntie, de overhead die je hebt is kleiner als je een kleine organisatie hebt. Ja. Maar in termen van efficiënt kunnen werken als grote organisatie, kun je natuurlijk efficiënter werken omdat je een grote schaal hebt. Ja. Hebben ze zo goed neergezet? Ja. Nou, Stef kan het misschien beter nog duidelijk maken. En grote aanbieders die doen natuurlijk, die dragen bij je aan opleidingen bijvoorbeeld. En die hebben vaak ook, daar kun je voor meer klanten en meer problematiek een terecht. En dat betekent ook dat ze meer deskundigheid vaak in huis hebben. Ja, dat moet onderhouden worden. Het is net als die brandweerauto's die je nooit nodig hebt, of bijna nooit eigenlijk. Ja. Goed om dit nog eens een keer goed uit te zoeken, maar volgens mij zit hier dus hier het verschil in. Hè? Die overhead van een kleine organisatie die heeft nou eenmaal kleine overhead. Maar dat is iets anders dan stellen dat je per definitie meer of minder efficiënt bent. Dat is wellicht, die termen zijn wellicht wat verwarrend. Ja. Er komen nu overigens nog wel wat vragen binnen. Oh, heel veel zelfs. Kijk, je zegt één keer er zijn geen vragen. En mensen zeggen, nou dan hebben we nog wel een paar, Engelfried. Hoe worden de PGB's vooraf getoetst? Vraagt Johan van Iersel. Stef, jij weet Stef, komen we gelijk bij jou. Hoe worden de PGB's vooraf getoetst voor Johan? Nou, voordat een PGB afgegeven wordt, moet een PGB aanvragen, moet iets vertellen over hoe die de zorg gaat inkopen. En op dat moment kun je als gemeente vragen stellen over de kwalificaties van bijvoorbeeld degene die hulp komt verlenen. Een andere vraag. Waarom werken we überhaupt met frauderende instellingen? Dat vraagt Hans zich af. Lijkt me een hele goede vraag. Maar ik denk omdat het is dat we niet zoals de boeven in Donald Duck altijd zo'n pakje dragen en zien van dat is een boef. Nee, precies. En dat is ook af en toe best wel lastig. Wat is nou precies fraude? Je hebt echte fraude waarbij je criminele activiteiten vertoont. Maar je hebt ook morele fraude. Dan past het wel binnen de mazen van de wet, om het maar zo te zeggen. Maar als je dan doorkijkt, denk je van ja, is dit wel wat we willen? En soms heb je ook situaties dat het gewoon niet duidelijk is. Bijvoorbeeld de wet en regelgeving rondom de wet normering topinkomen is af en toe best wel ingewikkeld. Ja. En soms hebben accountants dat ook helemaal niet door. Dus er zijn verschillende gradaties in. En sommige mensen... Met andere woorden, je kan moreel gezien een boef zijn, maar juridisch gezien exact. Ga je vrij uit. En er zijn ook mensen die frauderen zonder dat ze het weten. Omdat ze toevallig vergeten iets door te geven omdat het heel ingewikkeld is. Dus daar zit op verschillende schakeringen heel veel grijstint in. Iemand anders die zegt ook nog, men kan in de zorg heel makkelijk een bedrijf beginnen. Kamer van Koophandelnummertje aanvragen en aan de gang gaan. Ja. En ik zou eraan willen toevoegen, is dat nou ook niet iets waar zeggen, kunnen we daar niet wat aan gaan? Nou ja, dat is ook precies wat we willen doen. Ook door aan de voorkant duidelijker te selecteren met minder aanbieders aan de slag te gaan. En ten tweede, het Rijk, die wil met name voor de jeugdhulp ook kijken van ja, willen we wel iedereen toelaten? En willen we daar ook niet nadere eisen aan stellen? Ja. Via de zogeheten WBZ en WTZA. Dus ook vanuit die kant wordt daar wat aan gedaan. Dus ook dit punt staat onder de aandacht. Ja. Laatste punt, dan ga ik naar Stef, en je hebt er al iets over gezegd. Iemand zegt, waarom werken we niet met maximale tarieven in plaats van vaste tarieven, zodat er ook prijsconcurrentie ontstaat? Jij hebt er net al ietsje over losgelaten. Ja, ik kijk ook even Stef aan. Dat is een keuze. En we hebben die keuze anders gemaakt. We hebben gekozen voor... En even, want de vraag is waarom. Wat was de belangrijkste overweging van ons om te zeggen, dat gaan we op deze manier doen en niet op die andere? We hebben gekozen voor resultaatgerichte arrangementen en dan betaal je een prijs voor het resultaat, zeg maar. En daarbij vonden we het ook belangrijk dat er te kiezen viel. En daarom hebben we gekozen destijds voor een open house. Waardoor we nu zoveel aanbieders hebben dat het ook heel moeilijk is om dat goed te managen, zeg maar. Om die überhaupt goed te leren kennen. En alleen, hè, zoals Cruijff altijd zegt, ieder voordeel heeft zijn nadeel. Deze systematiek heeft precies weer dit nadeel wat deze vraagsteller weer benoemt. Ja, zeker. Ja. Dus ook dat, mag ik dat ook zo zeggen, is uiteindelijk ook een politieke afweging. Daar zijn we met elkaar ook voor aan zet. Als we zeggen, uiteindelijk is het een politieke afweging, inderdaad. Okay. Ja. Maar helder, dit is dus de reden waarom dat gebeurd is. En u bent uiteraard zelf ook aan zet om dat anders te doen. Ik wil ook eventjes, ik zie hier een vraag binnenkomen, doen we zo, maar ook even uiteraard jouw stuk over strategische inkoop, sociaal domein 2022. Als regio wordt er hard gewerkt aan de nieuwe inkoop voor het sociaal domein. Jeugdhulp en beschermd wonen pakken we gezamenlijk op. WMO, begeleiding 7 gemeenten, behalve Waalwijk en Loon op Zand. Die doen gezamenlijk inkoop voor WMO. Participatie wordt nader onderzocht. Mogelijkheid om als raad kaders mee te geven. Elke gemeente bepaalt zelf de wijze waarop. En dan staat er even met blokletters. Uiterlijk 19 februari moeten die kaders worden ingebracht voor het vervolg. Mochten mensen dat nog niet weten?
Ja. Ja, nee, jij hebt waarschijnlijk deze slide gemaakt. Het is heel belangrijk dat we, als we 1 januari 2022 willen beginnen met een nieuwe inkoop, dan zit daar een hele uitgebreide planning voor. En dus daarom is het belangrijk dat we die uitgangspunten vastleggen voordat we ook daadwerkelijk stappen zetten in de inkoopstrategie. Ja. Dus het gaat gewoon om de goede volgorde en dat moeten we tijdelijk doen. Ja. Die uitgangspunten, we hebben met een regionale werkgroep gewerkt aan uitgangspunten. En dat is iets wat dat is niet iets wat verplicht is, zeg maar. Maar bijvoorbeeld de Tilburgse Raad heeft duidelijk aangegeven, wij willen graag iets met de uitgangspunten. En we willen die uitgangspunten van de inkoop vaststellen. Dat speelt ook in andere raden. Hè. Dan gaat het bijvoorbeeld over over de winst bijvoorbeeld. Daarom leek het een goed idee om voor de regio ook die uitgangspunten eens op een rijtje te zetten. Wat vinden wij nou als regio belangrijk? Dat zijn niet allemaal nieuwe uitgangspunten. Het zijn vaak aanscherpingen op wat we samen al eerder bedacht hebben. En het geeft alleen extra scherpte. Misschien is het goed om ook gewoon die uitgangspunten er even bij te pakken op deze slide. En nogmaals, die kunt u allemaal netjes downloaden. Richtinggevende uitgangspunten naar een meer gesloten financiering, normaliseren, verbeteren de lokale samenhang, participatie is de beste zorg, eenvoudiger en selectiever systeem en misbruik voorkomen. Ja. Ja, als je het zo ziet, denk je, dat is toch eigenlijk heel simpel. Ja, maar zo werkt in de praktijk natuurlijk niet. Dat nou is ja, kijk, achter elk regeltje zit een verhaal. Ja. We hadden het net heel erg over de zorgcowboys. Hè. Kijk, als wij erin slagen om met een beperkt aantal aanbieders die we vertrouwen, die als partners opereren, die onze gezamenlijke doelstelling, namelijk goede, kwalitatief goede zorg, binnen een redelijk financieel kader, als we dat soort aanbieders selecteren, dan is het probleem van die zorgcowboys misschien helemaal niet zo groot. En toch willen we wel nadrukkelijk normen stellen en die normen handhaven voor het geval er toch nog partijen tussendoor glippen die niet onze doelstellingen omarmen, ja. Laat ik het zo zeggen. Dan formuleer je het heel netjes. Ja. Maar gewoon de criminelen eruit vissen. Ja, het ligt genuanceerd. Hè? Want als het criminelen zijn, dan worden ze vervolgd. En dan hebben we redenen om aan te pakken. Maar het heeft hetzelfde te maken van, je kan het juridisch goed doen, maar moreel of precies, niet helemaal volgens de bedoeling van precies. Wat we met elkaar hebben afgesproken. Ja. Helder. Iemand, want er komen inmiddels ook wat vragen binnen, dus ik onderbreek je ook eventjes. Hoe voorkomen we dat behandelingen eeuwig doorlopen, zegt iemand? Ja. Of is dat meer een zorginhoudelijke vraag? Nou, dat is ook een zorginhoudelijke vraag, maar het gaat ook over prikkels die je organiseert. En als de prikkel, als het aantrekkelijk is voor een aanbieder door de manier van financieren om door te blijven gaan, dan zullen de meeste aanbieders, als je ze één op één vraagt, zeggen van nou, dat doe ik natuurlijk niet. Maar als je dan alle aanbieders bij elkaar bekijkt, dan zie je wel dat er gemiddeld langer door behandeld wordt of begeleid wordt. Dus het heeft een effect. Dus de prikkels die je met je financiële systeem inricht, die hebben wel effect. Ja. En tegelijkertijd moeten we ook vertrouwen op die individuele professional en de verantwoordelijkheid van die individuele professional. Ja. Maar daarom gaat het dus om, moeten we goed kijken naar hoe gaan we die inkoop nou organiseren. Ja. En daarom kiezen we er ook voor om echt op een andere manier te gaan inkopen. Er zijn nog wat vragen. Ik hoorde net ook, we hebben inmiddels ruim 100 kijkers bij ons. Dus dat is ook altijd even leuk om te horen. En fijn dat u er allemaal bij bent. Iemand vraagt, er is net ook al even iets over gezegd. Maar toch, waarom hebben we nou een systeem van arrangementen en geen P maal Q? Dus met andere woorden, ik zou maar zeggen, uurtje factuurtje. Hè? Dit is wat ik doe, dit is de hoeveelheid, dit is mijn prijs. En dan reken ik af. En nu hebben we zo'n systeem van arrangementen. Ja, dat beide hebben voor- en nadelen. Waarom hebben we hiervoor gekozen? Ja, dat heeft een beetje te maken met dat we toen in 2015 als gemeente verantwoordelijk werden voor het nieuwe systeem. Resultaatgericht werken heel hip was. Dat is iets wat, waarom zou je niet afrekenen op het resultaat? Waarom maak je daar niet een afspraak over? Dan stimuleer je de creativiteit van zorgondernemers om daar, dat was een heel plausibel verhaal.
Alleen voor de goede orde, als je daarvoor kiest, ja, dan kies je niet voor wat deze persoon noemt P maal Q. Ja, nou ja. Zoals dokter Phil dan zegt, if you choose the action, you choose the consequence. Dan is dit weer een consequentie van de keuze. Ja, maar het probleem is dat we het niet altijd precies weten. En ja. Het is ook zo dat, kijk, elk systeem kan werken. P maal Q kan ook werken. En ook het systeem wat we nu hebben, het zorgarrangementensysteem, kan ook wel degelijk werken. Maar dan moet je een hoop dingen extra gaan inregelen. Ja. En ook dat extra inregelen kost geld en tijd en energie. En dan moet je de afweging maken, waar kiezen we voor? En dan is er nu een nieuwe een aanpak. Ja, ik maak het toch even af. Ja, heel goed. Een andere aanpak, namelijk de taakgerichte bekostiging, is op dit moment heel veelbelovend. En het risico is dat als iets veelbelovend is, dat iedereen erachteraan gaat hollen. Dus het is heel belangrijk dat we op een hele zorgvuldige manier nu nadenken over wat we gaan doen. Maar we denken nu echt aan een taakgerichte inkoop voor grote delen van het sociaal domein. De reden dat ik je even onderbreek is ook een technische wenk. Ja. Om zoveel mogelijk voor je te kijken. Want als jullie je hoofd bewegen, dan valt het geluid een beetje weg. Okay. Dus dat was even de wenk. Dus voel je niet onbeleefd als je niet naar mij kijkt. Kijk vooral naar de kijker, want hoe meer je naar voren kijkt, hoe beter het geluid in de microfoon komt. Hallo Richard, zegt iemand. Daar komt alweer de volgende bij. De nieuwe inkoopstrategie gaat in per januari 2022. Betekent dit dat we komend jaar nog rekening moeten houden met nog verder oplopende kosten? Groeten van Denise Kunst. We moeten verder met het huidige systeem. Dat betekent niet dat we niets doen. Dit is een tamelijk gesloten vraag. Hè? Moeten we hier nog rekening mee houden? Is dit van ja, dat waarschijnlijk wel? Het eerlijke antwoord is ja. Ja, nee, graag. Ja. Want ja, dus daar moeten we rekening mee houden. Mag een nuance? Wat we wel doen, ik zou nu netjes naar de camera kijken, heel niet graag. Naar jou Richard. Kijk, we hebben wel allerlei maatregelen die we op dit moment nemen. Nou, de regio wordt er ook regelmatig over geïnformeerd. Schakelteams, POH, GGZ. Ja. Allerlei interventies die toch ook wel resultaat opleveren. Je ziet de kosten wel afvlakken bij de jeugdhulp, dus dat is wel heel veelbelovend. Maar we merken dat we nu elke keer naar ons gevoel de bandjes aan de plakken zijn van de fiets. Terwijl we nu bezig zijn om te kijken van kunnen we niet eigenlijk een nieuwe band of een nieuwe fiets regelen. Want misschien dat we dan gewoon helemaal niet meer lekker rijden. En zo moeten we het denk ik een beetje bekijken. Heel goed. En betekent dat, zegt iemand, dat we afstappen van open house? Ja. En dat is denk ik ook iets wat wij nadrukkelijk zeggen. En ook de minister die zegt al van ja, doe dat alsjeblieft. Want die gelooft er ook niet meer zo in. Helder. En wat wel belangrijk is, taakgericht is een hele belangrijke richting, maar we kijken ook af en toe naar PMLQ. Het is niet zo dat je zegt, alles wordt taakgericht. Daar moet je ook heel kritisch naar kijken. Per segment, want we gaan alles segmenteren en stukjes hakken, van wat daar het beste bij past. Wat is de looptijd van aanbesteding? De vraag staat ook nog open. Dat is moeilijk om nu zo te zeggen, maar als je kiest voor een inkoop met weinig partners en die je ook echt als partner beschouwt, dan is het gebruikelijk om wat langere trajecten in te gaan. Dus bijvoorbeeld een aanbesteding voor 4 jaar te doen. Dat betekent ook dat je je eigen organisatie ontlast, maar ook de zorgaanbieders ontlast. En dat zorgaanbieders ook de mogelijkheid hebben om ook echt in te tunen op wat wij graag willen. Precies. Minder aanbieders, een vraag vanuit Geelse Rijen. Hoe voorkom je dan dat men voor hulp altijd naar Tilburg moet? Hoe zorg je ervoor dat er ook voldoende lokale aanbieders blijven in de kleinere gemeenten? Vraag van Marielle Dorenmalen, raadslid uit Geelse en Rijen. Of klopt deze aanname überhaupt niet? Ik zie je nu nadenken over de vraag. Volgens mij is het belangrijk dat we per gebied ook goed kijken of daar voldoende aanbieders zijn. Maar het is zo dat sommige hulpvormen, die zijn gewoon wat minder dik gezaaid. En daar moet je in de regel voor reizen. Hè? Dus het hangt misschien een beetje af van de mate van specialistische soort zorg. Voor specialistische zorg, ja. Maar voor minder specialistische zorg moet het ook echt zo zijn dat dat in elk dorp gewoon goed beschikbaar is. Hè? Het kan niet zo zijn
dat je daarvoor moet reizen. En ook daar de oproep, als daar signalen zijn, bijvoorbeeld de geelsrijder dat niet zo is, neem dan ook even contact op, zodat ook zeker, we dat doorkrijgen. Zeker. Nog wat vragen. Hoe kunnen we de te grote doorverwijzing van de huisartsen beter reguleren? Zijn huisartsen niet overbelast en generalistisch in werkzaamheden, waardoor ze te laagdrempelig doorverwijzen? Het is voor huisartsen lastig. Het is een lastige klus. En een van de dingen die huisartsen in ieder geval aangeven is dat ze, als ze moeten kiezen uit 100 aanbieders, ze dat lastiger vinden dan dat ze kunnen kiezen uit 5 bekende aanbieders. Dat is een van de signalen die we van de huisarts krijgen. Dus een huisarts werkt liever samen met een beperkt aantal bekende aanbieders, waarvan die goed weet wat hij daaraan heeft, dan een heel groot aantal. Huisartsen, er is in de jeugdhulp... Hey, ik ga je toch onderbrengen, want er zijn echt nog even wat vragen. Dus ik wil het zo compact mogelijk proberen te houden. Goed. Want jullie praten over inkoop, maar moet je niet beginnen bij de toegang tot de zorg? Want ook dat heeft hier bijvoorbeeld mee te maken, die doorverwijzingen. Zeker, zeker. Dus je moet... Dus en. Een van de uitgangspunten is ook normaliseren. Dus we gaan in de toegang, willen we ook juist kijken. Precies. Is alles wat we nu individueel indiceren, is dat wel zo nodig? Is dat eigenlijk wel nodig? Moeten we niet dat op een hele andere manier behandelen? Ja. En dat betekent niet dat we geen hulp bieden, maar dat betekent dat we de hulp op een andere, een gewonere manier bieden. Ja. Nog 2 punten die binnen zijn gekomen en we zitten al aan onze tijd. Beste Richard, vaak gehoord pijnpunt, de bandbreedte van de arrangementen is zo groot. Kan die niet strakker? Zeker bij de wat hogere arrangementen. Goed, Tess van de Wiel. Nou, die is uit mijn hart gegrepen. Ja, ja, dat is ook een keuze die gemaakt is. We hebben ons destijds laten adviseren door gerenommeerde adviesbureaus. En tegelijkertijd merken we nu dat het nogal ruim is. Ja. En dan nog van Denise, die net die vraag stelde. Hè. Betekent het dat we komend jaar rekening moeten houden? Je zei het eerlijke antwoord ja. Denise, hou daar rekening mee. En Denise zegt dan, ja, dan wil ik ook graag weten met hoeveel. De million dollar kwestie, spreken we dan over 5, 10? Of zeg je, ja, daar ga ik geen uitspraak over doen. Maar is daar iets over te zeggen dat Denise, hè, dat snap ik ook als raadslid. Ja, wat hangt me dan boven het hoofd? Kijk, als we over 100 euro praten, is een ander verhaal dan dat er straks 100 miljoen boven mijn hoofd hangt. Ja, ik vind het een moeilijke vraag, omdat dat per onderdeel binnen het sociaal domein verschillend is. Maar daar kunnen we wel, kunnen we wel separaat een keer iets meer over zeggen. Maar wat ik wel durf te zeggen, Stef, is dat voor de jeugd dat we hopen binnen de indexatie te blijven. Dus dat het echt afvlakt. Bij de WMO zie je toch de begeleiding, die 7 gemeenten die samenwerken. Ja. Dat die nieuwe systematiek toch lastig is. En dat het ook voor zorgaanbieders lastig is. Dat je toch sneller ziet stijgen. Maar ook daar, Stef, ben jij met je collega's ook drukdoende om daar ook maatregelen op te treffen. Dus dat is gewoon heel lastig te voorspellen. Mooi. En dan laatste vraag. Is er al verbetering in de factureringstermijn te constateren? Wettelijk is dat 5 jaar. Ik weet uit eerdere discussies zijn er veel vragen over gekomen. Als het gaat om declaratiediscussie bij de jeugdhulp, is dat enorm verbeterd. Ik vind dat dat heel goed loopt de laatste tijd. Wat wel een zorg is, dat blijven de ziekenhuizen waarvoor wij gewoon kleine spelers zijn. Dus dat blijft een gedoe. Maar ik vind overal gaat dat veel beter. En misschien tot slot is het ook nog even goed te zeggen, Richard. Hè, wij wachten als regio ook de kaders, de inbreng van alle gemeenten af. We gaan erover in gesprek. Ja. Maar wij proberen ook die algemene kaders weer door te vertalen naar houtkoolschetsen. Zodat je per taak weet van hoe richt je dan in de nieuwe situatie de toegang in. Om hoeveel mensen gaat het? Hoe wil je het gaan inkopen? Welke systematiek? Dat je gewoon heel makkelijk als raadslid, bestuurder, ambtenaren het gesprek met een soort gevisualiseerd overzicht kan voeren. Dat het wat tastbaarder wordt. Dus weet dat we daar ook al aan het werk voor zijn. En weet ook, dat kan ik er nog bij toevoegen, dat jullie volgens mij aardig benaderbaar zijn. En het ook alleen maar toejuichen als mensen gewoon even een mail te sturen om helemaal te willen. Dus laat het ook vooral weten. Of vraag het aan de eigen Griffie of de wethouder van sociale domein. Precies. Blijf dat uiteraard ook vooral doen. Voor nu, dank voor jullie toelichting. Sorry dat ik jullie een beetje moest opjagen. Maar jullie zien al, er staan 2 heren natuurlijk te trappelen om ook naar hun onderdeel te gaan. Ja. Dus jullie krijgen een groot applaus van al die 100 mensen achter de laptop. Ik hoor het, de hele regio. Je hoort het. Dank jullie wel, Erik Roest en Stef van der Weert. Dank voor jullie toelichting. En wij gaan door, dames en heren, naar het onderzoek. Theo Weterings verwees er net al eventjes naar dat hij er zeer benieuwd naar is. En dat zijn we natuurlijk allemaal, Martijn Groenleer en Maarten Noordink. U ziet ze hier op de foto al even. Die komen nu om u daar iets over voor te stellen. En ik lees nog even voor. Iemand zegt, dank voor het antwoord. Ik ga graag in op de uitnodiging om hierover in gesprek te gaan. Dus dank daarvoor.
En dan gaan wij door met jullie onderzoek. En uiteraard beginnen we ook daar even keurig. We zien hier al allerlei mooie omschrijvingen. Maar Martijn, wil je er zelf nog iets aan toevoegen? En ook voor jullie alsjeblieft. Hè? Dus kijk zoveel mogelijk vooruit. Want zodra je hoofd gaat draaien, wordt je stem wat zwakker. Wie ben je? Wat doe je? Ja, ik ben Martijn Groeneer, hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg. Of Tilburg University, zoals we dat zo mooi noemen. En ik hou me bezig met samenwerkingsvraagstukken. En in het bijzonder in de regio, van de regio, voor de regio. Mooi. Dank en welkom. Fijn dat je er bent. Maarten Noordink. Ik ben partner en adviseur bij Quink Groep. En Quink Groep is een bureau voor maatschappelijke vraagstukken. En een van de thema's waar wij ons graag op richten is het thema van regionale samenwerking. Ja. Nou ja, en laten we maar gelijk beginnen, want we zeiden al, dit is een beetje het hoofdstuk. We hebben hier in ieder geval de meeste tijd in het programma voor uitgetrokken. Ik kan me voorstellen, een aantal raadsleden nu, weet je wel, de kinderen liggen op bed, je hebt gedaan wat gedaan moet worden, bakje koffie erbij, ik ben lekker aan het kijken. En nou krijg ik hier twee onderzoekers, twee slimme jongens, die gaan ons even precies vertellen hoe we die governance nou moeten inrichten. Wij tekenen nog even bij het kruisje en dan zijn we eindelijk van het gedoe af. Klopt. Die mensen gaan we teleurstellen. Dat vrees ik wel, ja. 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 Want leg uit, wat kunnen we vanavond wel en wat kunnen we vooral niet verwachten? Ja, misschien klik ik even door naar wat we gaan doen. Ja. Even kijken. Ja, het doel van vanavond is vooral in eerste instantie even het geven van een korte toelichting op wat we hebben gedaan en wat we aan het doen zijn en wat we nog van plan zijn te gaan doen in het kader van het onderzoek. En vervolgens ook voor te leggen en ook te checken bij jullie van wat we tot nu toe in kaart hebben gebracht. Vooral in termen van uitdagingen. Van waar de regio en de regionale samenwerking op dit moment voor staat. Mm-hmm. En ook vooral ophalen bij jullie van ideeën en concrete suggesties voor de toekomstige regionale samenwerking. Hè, wat gaat er goed, maar wat kan nog beter? Hè? Wat zou kunnen versterken? Ja. Wat zou veranderd moeten worden? Dat is vooral wat ons betreft het doel van het gesprek. Precies. Hè, dus al die verwachtingen, mensen zeggen, nou zijn we er eindelijk uit. En ook met die opdracht zijn jullie niet in het veld gestuurd. Zeg maar, als het zo eenvoudig was, dan hadden jullie het zelf ook natuurlijk wel allemaal bedacht. Dan hadden het al lang bedacht, al decennia geleden. Het is natuurlijk buitengewoon ingewikkeld. Maar goed, daar gaan we graag over in gesprek. Ja. Nou ben ik ook een groot liefhebber van complottheorieën, gewoon het bestuderen daarvan. Dus ik ben altijd op zoek gegaan en ik kwam hier ook nog twee complotten tegen. Eentje is, de bestuurders hebben het onderling al lang op een akkoordje gegooid. En het volgende complot is, Tilburg gaat straks als grootste toch gewoon de lakens uitdelen. Nou ben ik zelf Tilburger, dus dat tweede zou ik zeggen. Dat laatste is al zo, dacht ik. Dat is mij verteld. Dat weet ik niet. En dat eerste, ja, schijnt zo te zijn, hebben wij ook gehoord. Maar ja, wij zijn onafhankelijke onderzoekers, dus we gaan toch gewoon lekker dat onderzoek doen. En met andere ogen, dus ook voor de goede orde, hè, wat we dus vanavond ook gaan doen, is juist dat gesprek samen voeren. Waarbij het uitgangspunt is hoe op allerlei manieren het anders zou kunnen. Maar dat betekent ook nog steeds voor de goede orde, de manier waarop we het nu doen, dat is ook nog steeds een bespreekbare optie. We kunnen ook doorgaan zoals we het nu al doen. Zeker. Dus ja, met andere woorden, alles is open. Mogelijk. Klopt. En wij kunnen straks ook aan die bestuurders gaan vertellen, dit is blijkbaar onze conclusie. Zeker. En zo willen wij het gaan doen. Ja. Heel goed. Ook voor jou, wat jou betreft, voor de verwachtingen nu genoeg gezegd? Absoluut mee eens. Ja. Dan ook weer even voor de hoorbaarheid toch. Ik zeg het nog maar even, Martijn. Probeer nog een klein stukje naar dat zo'n mooi wit stickertje op jouw tafel. Als je nog één stapje mee. Ja, precies. Als je keurig daar was het stickertje voor. Dan naar voren praat. De aankomende 10 minuten zijn voor jou om het onderzoek toe te lichten. En vervolgens, dan weet u zelf ook even wat er gebeurt na die 10 minuten, uiteraard uw vragen. En daarna gaan we in 4 rondes met 4 uitdagingen die beide heren hebben geformuleerd met u dat gesprek aan in dialoog. Ja, klopt. Martijn. Een korte toelichting. Aanleiding voor het onderzoek is tweeledig. Enerzijds de totstandkoming en de uitvoering van de strategische meerjarenagenda in 2019 voor de periode tot en met 2023. Dus een ambitieuze agenda, ambitieuze doelen. Tegelijkertijd ook in de discussie daarbij de aangenomen motie tijdens de Verenigde Vergadering op 25 mei vorig jaar over de betrokkenheid van de raden bij Hart van Brabant, de samenwerking in Hart van Brabant en vooral ook het gevoelde beperkte betrokkenheid. Dus die twee vormen de aanleiding en meer in het algemeen de ontwikkelingen rondom de regio en de regio die steeds meer het knooppunt wordt van allerlei opgaven
en de vragen die dat dan vervolgens oproept. Hè, opgaven rondom energietransitie, wellicht dat we daar nog over komen te spreken, maar zojuist hebben we het ook over jeugdhulp gehad. Regio vormt daar steeds meer het knooppunt. Dus dat als aanleiding, achtergrond van het onderzoek dat ons gevraagd is te doen. Kwink en de Universiteit van Tilburg. Overkoepelende probleemstelling, en je ziet de puzzel al, is de regionale partners, bestuur, politiek, wil graag weten wat nou in de toekomst die regionale samenwerking, hoe die eruit zou kunnen zien. Om op dit moment daarover een besluit te nemen en over mogelijke aanpassingen. Richard zei het al, als er geen aanpassingen of verbeteringen nodig zijn, dan kan dat ook een uitkomst zijn. Maar, dus, een besluit nemen over mogelijke aanpassingen en het onderzoek vormt daarvoor input. Belangrijke puzzel is, en zo hebben we die geformuleerd ook als onderzoekers, maar ook in samenspraak ook met anderen, is hoe kun je nou de benodigde regionale slagkracht organiseren om die gezamenlijke ambities, zoals die zijn neergelegd in die SMA, die strategische meerjarenagenda, te realiseren, terwijl je tegelijkertijd het vrijste draagvlak, steun, legitimatie voor die regionale samenwerking behoudt of liever nog versterkt. Dus dat is de overkoepelende probleemstelling waarmee we werken. En een aantal specifiekere onderzoeksvragen. Welke uitdagingen zijn er nu op dit moment of worden er op dit moment ervaren? Welke ontwikkelingen zijn van invloed op de toekomst van de regionale samenwerking? Wat kunnen we leren van regionale samenwerkingsverbanden elders? Wat voor soort scenario's kunnen we ontwikkelen, of mogelijke scenario's kunnen we ontwikkelen voor de samenwerking? En wat zouden nou belangrijke overwegingen moeten zijn bij het nemen van een besluit hierover? Het onderzoek is, zoals ik al zei, is verkennend, deels ook verbeeldend. Idealiter is het ook verbindend, in de zin dat het iedereen bij elkaar brengt in de regio. Letterlijk iets minder vandaag de dag fysiek, maar wellicht ook figuurlijk of in ieder geval nu online. Bij elkaar brengen rondom de vraag van hoe werken we nou het beste met elkaar samen. En het onderzoek vormt input voor een besluitvormingsproces in de regio over de toekomstige inrichting. Dus het onderzoek loopt nog nergens op vooruit. We brengen nu zoveel mogelijk in kaart. Wij aan ons de taak als onderzoekers om dat te ordenen en op zo'n manier te clusteren en te organiseren dat begrijpelijk is, overzichtelijk is. Maar wij lopen op geen enkele wijze vooruit op een bepaalde keuze. Dat is aan jullie in de regio. Wat hebben we gedaan? We zijn in mei begonnen met het verkennende, het voorbereidende deel. We hebben documentenonderzoek gedaan. We hebben een groot aantal mensen gesproken in verschillende settings. Van de bestuurders tot aan de ambtenaren, de raden, klankbordgroep, griffiers, mensen vanuit Midpoint. Een groot aantal verschillende regionale partners. We zitten nu in de verdiepende fase en onze ambitie is om aan het eind van het jaar, begin volgend jaar, dit samen te vatten in een rapportage die dan naar jullie gaat om input te vormen voor het besluitvormingsproces. En dat brengt mij bij de uitdagingen. En Richard zei al, daar hebben wij een aantal van geformuleerd. Op basis van de input die we tot nu toe hebben vergaard. Dat zijn er misschien nu alvast even vooraf. Dat zijn er vier. De eerste die richt zich op de betrokkenheid van de raden. De tweede op de capaciteit, de inzet die nodig is om ambities te realiseren. De derde richt zich op de toegevoegde waarde van die regio. Wat is nou het effect of het resultaat? We hadden het net over resultaat. Dat is het resultaat van de regio. En de vierde richt zich meer op verbinding en vertrouwen in de regionale samenwerking. Ja. Heb je al vragen tot nu toe? Goed. Eén opmerking kwam nog binnen, even huishoudelijk. We gaan ervan uit, daar kijken natuurlijk veel raadsleden mee als u een vraag stelt dat u raadslid bent. Maar er werd mij net ingefluisterd, zijn natuurlijk al andere, jij noemt er ook al, andere stakeholders die met ons meekijken. Dus mocht dat zo zijn, mocht u geen raadslid zijn, zouden we het natuurlijk fijn vinden om even te horen vanuit welke achtergrond u uw vraag stelt. Maar dat is gewoon even een keurig verzoek, dat doen we normaal gesproken ook altijd even, dat we weten vanuit welke hoek een vraag komt. Tot nu toe zijn er inderdaad geen vragen op deze presentatie gekomen, dus ik ga ervan uit dat het helder is. Wat we nu gaan doen, Martijn heeft ze al even toegelicht, zijn inderdaad die vier
uitdagingen met u bespreken. Dat doen we steeds met een Mentimeter als begin. En vervolgens voeren we eigenlijk open met elkaar een dialoog. Hè? Want het is nadrukkelijk geen onderzoek in de zin van, nou, we hebben dit onderzocht en zo werkt het, zo zit het of zo zou ik moeten gaan doen. Maar het is juist een onderzoek waarbij we met elkaar dat gesprek willen blijven voeren. Dus zo dadelijk wil ik u vragen, ik ga steeds een uitdaging voorlezen. Ik ga hem even met de heren, maar het is echt heel kort, dat we even helder hebben waar die voor staat. En vervolgens ga ik u vragen om naar die website menti.com te gaan. En dat ga ik u dan vanzelf wel even uitleggen. Maar we beginnen even, dan kent u de systematiek snel genoeg. De eerste uitdaging, hoe organiseer je de juiste betrokkenheid van de raden? Collegeregeling met beperkte formele representatie, wijze van verantwoording door bestuurders aan raden loopt vaak sterk uiteen. Raadsleden ervaren tekortkoming in informatievoorziening. Het beeld bestaat dat regionale besluitvorming grotendeels buiten de raden omverloopt. Tegelijkertijd, de rol van de raden is op papier groter dan in veel andere regio's. Dan staan er nog wat zaken in de context. De eeuwige discussie over het regionale gat. De decentralisatieparadox. Voortdurende gemeentelijke schaalvergrotingen en behoefte aan kleinschaligheid. En dan nog een prachtig citaat eronder. Ja, ik zie je al een beetje lachen. Is dit weer een soort herkenbaarheid? Ik denk, oh ja, al die gesprekken die ik heb gevoerd. Ja. Absoluut, absoluut. Waar moest je het meest om lachen? Zeg maar even in termen van. Nou, ik moest eigenlijk het meest om lachen, omdat ik denk dat er ook nog wel veel termen opstaan die misschien nog wat toelichting behoeven. Oké, bijvoorbeeld. Vaak als een decentralisatieparadox. Precies, die paradox, dat dacht ik ook. Dat is er eentje om even uit te halen, dat we een beetje gevoel krijgen, hè, van deze uitdaging. Ja, precies. Martijn, deze mag jij even in rekening nemen. De discussie hiervoor illustreerde een deel van die paradox. Sinds 2015 is een groot aantal taken gedecentraliseerd naar gemeenten, jeugdhulp onder andere, die vervolgens met elkaar samenwerken op regionale schaal. Dan wat je eigenlijk dichter bij de burger brengt of zou moeten brengen, gaat dan net iets weer verder van de burger af. Voor een deel omdat het een technisch, financieel vraagstuk is, maar natuurlijk gaat het ook om hele concrete zaken hier. Ja. En dat is die paradox eigenlijk. Hè. Je decentraliseert het met de gedachte, je brengt het dichter bij de burgers. Ja. Uiteindelijk, of in de praktijk, gaat het daar toch weer ietsje verder vandaan. Precies. En nog even ook dat regionale gat. Ja. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Ja, dat is het democratische gat. Hè. Maar even dat duidelijk te hebben. Er is geen regionaal parlement. Is geen regionaal parlement. Is geen regionale bestuurslaag. Precies. We hebben geen formele regio's in Nederland, niet zoals in andere landen. Maar er gebeurt veel en steeds meer op regionaal niveau. Ja. Die regio, ik zei het al, is een knooppunt. Precies. Steeds meer voor allerlei soorten opgaven. En dan nog even dat ene punt over de rol van raden is op papier groter dan in veel andere regio's. Ja. Dus met andere woorden, deze regio, alle regio's zijn gelijk, wij zijn een beetje gelijker? Ik denk andere regio's kijken ook zeker naar de regio Hart van Brabant. Bijvoorbeeld voor de Verenigde Vergadering. Dat is niet iets wat elke regio of regionale samenwerkingsverband heeft. Sommige regio's zijn verder gegaan. Die hebben wel regionale parlementen, vooralsnog. Bijvoorbeeld Drechtsteden. Maar niet heel lang meer, tot 2022. Omdat dat ook nadelen had. Het feit dat er... dat er een klankbordgroep is voor de raden, dat er een Verenigde Vergadering is, dat er radenavonden zijn, dat is al iets wat elders niet het geval is, of veel minder. En de rol die raadsleden kunnen hebben, ook bij het invloed uitoefenen, is in ieder geval papier, groter dan elders. Precies. Helder, dank voor de toelichting. Dit is dus de uitdaging voor de mensen voor een bepaalde geboortedatum. Ik noemde dat vroeger problemen. Hoe organiseren we nou de juiste betrokkenheid van de raden? En dat is eigenlijk wat de onderzoekers hier met u graag willen bespreken. En daarvoor wil ik u dus vragen, en dan gaan we nu ook even switchen, naar een Mentimeter, om u even twee dingen voor te leggen. Eerst willen we gewoon even, dus het is toch flauw, maar we gaan het toch echt even doen met een klein cijfer. U pakt uw telefoon eventjes, dan gaat u naar de website menti.com. Dat is dus M van Marie, ENTI.com. En dan vraagt die website om een nummer. En dan typt u daar het nummer in 8397362. En dan krijgt u deze vraag. Hoe herkenbaar is deze uitdaging? En dan kunt u gewoon op uw scherm of met de muis dat bolletje naar links en naar rechts doen. En dan zit u bij de nul. En als u zegt dus, ik herken dit helemaal niet over die betrokkenheid. Voor mij is dat helemaal geen issue. Ik zie er helemaal niks in. Nou, dan zegt u dus gewoon niet. U kunt ook zeggen volledig, dan geeft u een 10, maar u mag uiteraard ook genuanceerd daartussen. Nou, de eerste cijfers, u ziet het al, komen binnen. We zitten nu gemiddeld op een 7,5 na een paar stemmen. Maar dit is dus wat we even van u vragen. En dit is gewoon even een eerste toets om even te kijken of u deze uitdaging herkent. En straks natuurlijk ook leuk om te kijken of daar nog verschil in zit.
En vervolgens ga ik u ook aan het woord laten om u voor uzelf aan te geven wat uw oplossing zou zijn of wat u vindt dat hiermee zou moeten gebeuren of hoe we hier een vervolg aan moeten geven. Noem het allemaal maar op, dan wil ik u ook de gelegenheid geven om dat te doen. Dus ik praat nu gewoon even door, als ik kan de jongens zijn mond niet houden, maar dus even om u de gelegenheid te geven, om dat nummer te geven. En misschien ja, kan ik Martijn, even ja, graag. Overnemen van jou. Ja, heel graag. Waarom die vraag, waarom het herkenbaar is. We hebben natuurlijk veel mensen gesproken in de regio, maar zeker niet iedereen. En het zou best kunnen dat wij toch een bepaalde vertegenwoordiging vanuit de regio hebben gesproken. Voor wie dit een belangrijke uitdaging is. En dus dit is voor jullie ook een belangrijke toets? Dit is een toets voor ons om te zien of dat inderdaad zo is. Nou, ja. Daarom. Hoe goed zijn jullie ogen? Want daar rechtsonder zien we hoeveel stemmen er zijn. Volgens mij 44. Oké, dat begint een aardige populatie te worden. En nogmaals, uiteraard, het is niet verplicht. Maar het is even normaal in de zaal, zou ik het ook doen, een beetje met hand opsteken. Iets van statistisch al bijna representatief, denk ik. Oké, daar weet je meer van dan ik. Maar dit is al, hier zijn de onderzoekers tevreden als we op de helft zitten. Maar we weten natuurlijk niet welke mensen dit dan zijn, maar heel goed. Even voor de vuist weg. Ja, heel goed. Hoe herkenbaar is dit? Nou, mag ik even, ik hoop dat ik dat wetenschappelijk mag. Best aardig herkenbaar om het zo maar te zeggen. 7,5 gewoon, we snappen hem allemaal, we herkennen hem. Dan wil ik vragen, dan kent u gelijk het systeem, om aan de techniek even naar de tweede vraag te gaan. Want nu willen we u uiteraard ook vragen om iets van een oplossing. En dat klinkt misschien gelijk heel zo van, wat moet ik voor oplossing bieden? Maar u heeft vast wel ideeën. Als het goed is, kunnen we naar de volgende vraag gaan. Dus wel in deze Mentimeter, voor de goede orde. Daar rechts zit een dingetje, daar kun je naar vraag 2. Ja, heel goed. Wat is uw oplossing? Als het goed is, gewoon in hetzelfde scherm, krijgt u nu dus deze vraag. En daar kunt u gewoon een klein dingetje intypen. En als u zegt, ik heb geen enkele oplossing en ik vind dat dit nog benoemd moet worden, benoem dat ook. Dit is gewoon even een manier om van u allemaal weer te horen wat u denkt, wat we hiermee zouden kunnen doen, zouden moeten doen. Misschien heeft u wel een oplossing. Misschien zegt u, dit valt niet op te lossen, het hoort er nou eenmaal bij. Noem maar op. Hier heeft u dus gewoon even de gelegenheid om te zeggen wat u wilt zeggen. Die oplossingen ga ik straks uiteraard ook aan de onderzoekers voorleggen. En dat is eigenlijk de start van de dialoog. En dat gaan we vanavond 4 keer doen over die 4 verschillende scenario's. Ik geef u ook daar uiteraard dus even de geleid. Iemand zegt gemeentelijke herindeling. Iemand anders zegt weer acceptatie. Dan ga ik er vanuit iemand zeggen, je moet dit voor een stuk ook maar accepteren. Het hoort erbij. De regio buiten Tilburg plaatsen. Nou, daar mag out of the box gedacht worden. Loslaten. Mooie kreet. Ik weet het niet. Dat kan ik me ook voorstellen. Ja. Bevoegdheden weer terug naar de gemeente. Overzicht in de stand van zaken. Raadsleden een actievere rol bieden. Goede communicatie. Terugkoppelingen uit, dan moet ik even, uit POHO. Overleggen naar elke gemeenteraad. Het verschil regio, dus het portefeuillehoudersoverleg. Het verschil de regio besluit en lokale raadsbesluiten. Lokale raadsvergadering beter benutten. Niet zo zeuren, accepteren. Dit is een prima functionerende regio, ook dat mag gezegd worden. Meer ontmoeting tussen de regioraadsleden. De samenwerkingsbehoeften beter en meer in beeld brengen. Ik ga morgen naar mijn opticien trouwens. Beste ervaringen onder verbanden overnemen. Herindeling. Stakeholders moeten rolvast zijn. Meer tijd beschikbaar hebben om ook de regioontwikkelingen te kunnen volgen. 2 verantwoordingsdagen per jaar. Kijk, dat is ook een mooie oplossing. Elke oplossing genereert weer een nieuw probleem. Dank. Gezamenlijke belangenafweging op regionaal niveau organiseren in plaats van individuele afweging. Regionaal alle raadsleden informeren. Het blijft altijd een spanningsveld. De provincie opdelen in 4 regio's. Dat is toch een bestuurslaag erbij. Op basis van lokaal, regionaal en regiobudget instellen. Goed mandaat door de raad. Betere communicatie, het gevoel wegnemen dat Tilburg alles bepaalt, sturen op hoofdlijnen, regionale raad, goed bezig, pijnpunten krijgen aandacht, regiogemeente buiten Tilburg, lastig vorm te geven, schaalverkleining, betere terugkoppeling, wat er gebeurt met ideeën gedeeld tijdens radenavond door raadsleden, heldere afspraken maken over waar de regio over gaat. Ik heb geprobeerd ze allemaal voor te lezen en nogmaals, ook voor u, dit kunnen we later allemaal ook weer keurig delen, dit kunnen we keurig downloaden. Laat ze nog even staan. Ik ben uiteraard benieuwd wat jullie ervan vinden. Ja, nou, allereerst hartstikke dank voor al deze prachtige input. Volgens mij voor ons sowieso al heel nuttig. Ja. Als ik er snel, het is heel moeilijk om er zo snel een samenvatting van te geven. Er zitten natuurlijk 3 hoofdlijnen misschien wel in. Ja. Hè? Hoofdlijn 1 is gewoon accepteren. Ja. Het is zoals het is. Hoort erbij. Niet zeuren stond er volgens mij. Part of the deal, ja, exact. Part of the deal. Ik denk dat dat tot op zekere hoogte ook altijd waar is. Want ja. Welke richting je ook kiest, ja. Er zullen altijd ook weer nieuwe problemen voordoen. Het andere is,
misschien wel meer nog regionaal doen, meer formaliseren. Ja. Ja, er zaten een paar oplossingen tussen, die gingen regionale raad, staat er. Provincie opdelen, dat soort oplossingen. Ja, dat is absoluut interessant. Dat zie je ook in een aantal andere regio's dat we daarvoor gekozen hebben. Ja. En je ziet eigenlijk, het tegenovergestelde is juist die bevoegdheid echt weer terugbrengen naar het lokale niveau. Dus misschien wel minder. Nou ja, en misschien zie ik dan nog een vierde categorie. Mm-hmm. Ik zie ook heel veel mensen gewoon allerlei hele praktische dingen zeggen van we willen betere terugkoppeling, betere communicatie. Hè. Dat zit gewoon in, ik zou maar zeggen, het dagelijkse verkeer, hoe noem je dat, de hygiëne of hoe we met elkaar omgaan. Dat kan ook nog beter. Ja, zeker. Zeker. Ja, ik denk dat je gaf van het begin al aan, een van de opties waar wij zeker naar kijken is ook wat je doet als je niks verandert. Mm-hmm. Maar je kan ook voorstellen dat je de structuur op hoofdlijn hetzelfde laat, precies, alleen een beetje tweakt. Wat hier en daar wat bijdraait en dat je daarmee Met tweaken heb ik hele andere associaties. Leg even uit, ik zie er allerlei dansende toestanden. En wat ik eigenlijk mee bedoel is dat je gewoon kijkt hoe je gewoon de kleine aanpassingen doet. Dus meer de communicatie te verbeteren, maar geen grote structuuraanpassingen. Ja, probeer in de microfoon. In de processen en eventueel in de rollen en hoe die worden ingevuld. En niet zozeer in de structuren of in de instituties. Dus geen grootschalige institutionele veranderingen, maar meer in het proces. En daar zie ik een aantal suggesties. Ik haal er ook inderdaad uit wel één punt van, als je regionaal samenwerkt, hoef je niet per se ook de democratische legitimatie op regionaal niveau, of uitsluitend op regionaal niveau te mm-hmm. organiseren. Integendeel, zie ik voorbij komen. Zorgen ervoor dat het lokaal in eerste instantie goed georganiseerd is. Dus zorg dat bijvoorbeeld wethouders voldoende terugkoppelen naar hun eigen raad. Maar dan, mag weer even terug naar de slides. Want dat is wel interessant dat je dit zegt. En dat zien we natuurlijk als oplossing. En dit zagen we eigenlijk bij jullie ook al. Want jullie zeiden, wij constateren eigenlijk dat verschillend gaat. Niet alle bestuurders, niet alle wethouders doen dat op dezelfde manier. Nee, dat klopt. En en dat is een praktijk. Dus dat is niet zozeer een regel of een procedure of iets. Is iets per se iets ingewikkelds. Dit hiervan zou je kunnen afspreken met elkaar. Of in ieder geval aandacht kunnen vragen met elkaar. Van, zorg nou voor dat overal goed geregeld is. Hoe je het precies doet, laten we lokaal. Want je wilt ook de ruimte daarvoor laten. Maar zorg dat je voldoende terugkoppelt. En dat je daar elkaar wel aan kunt houden. Hè. Dat kan een relatief eenvoudige quick fix zijn voor deze beperking. Ik zei dat die categorie zie ik ook van mensen die zeggen, ik zie ook wel kleine, snelle mogelijkheden, quick fixes om dingen aan te passen. Blijft u ook vooral reageren, ook weer op wat de onderzoekers met uw input doen, want hier komt natuurlijk straks ook aan het einde, hier ga ik natuurlijk ook met meneer Weterings over praten, wat horen we hier nu, en dan die vervolgstappen zetten. Ja. Tegelijk denk ik ook al gelijk, ga er maar aan staan, ik heb niet te doen met om straks hier te gaan zeggen, wat gaan we hier nu mee doen? Want dat loopt natuurlijk alle kanten op. Dat zou kunnen, maar misschien, ik denk dat we al wat lijnen uit hebben gehaald. Dus wellicht. En ook voor de raadsleden, als u ons kan teruggeven wat u zegt, hoe kunnen we hier nou op een goede manier weer invullingen geven? Want even gewoon puur nog naar deze, er komen straks meer uitdagingen. Maar puur als je dit al hoort, we zien al verschillende lijnen ontstaan. Je ziet verschillende bloedgroepen. Er zijn mensen die zeggen, accepteer het. Er zijn mensen die het roer moet om en er zit nog een hele groep tussen. Ik denk wat eerder gezegd werd ook in de discussie en wat je volgens mij wat je zelf zei, is niet of. Het zou ook heel goed en kunnen zijn. Hè, dus niet één model. En misschien kun je vanuit verschillende modellen hetgeen het best werkt of waarvan men denkt dat het best werkt, integreren. Dus dat is ook wel iets waar we naar kunnen kijken, naar meer soort hybride modellen. Okay. Ik heb ook nog één vraag die ik misschien mag voor wil leggen. Ja. En waar ik wel even, we hadden het over wethouders. Ja. En nu is het zo dat in het algemeen bestuur zitten burgemeesters. En dat is niet in alle regio's zo. En er zitten ook vaak wethouders of alleen maar wethouders. Dus één van de opties zou natuurlijk kunnen zijn. Waarom zou je wethouders daar ook niet een wat grotere rol geven, hè, als het uiteindelijk de colleges zijn? Dus ik ben wel geïnteresseerd in hoe men daarvan en vanuit het publiek naar kijkt. Is dat iets, en wat ook vanuit het punt van die legitimatie een oplossing zou kunnen vormen? Want dan heb je de wethouders ook wat meer aan boord daar en niet alleen maar in een poho. Precies, maar wat meer gemeenschappelijk. Als u daarop wil reageren, mag ik gewoon even een sms'je sturen. Houden wij ons voor aanbevolen. Ja. Ook, dat lijkt me ook een heel goed punt om daarmee aan de slag te gaan. Ik zie voor nu even nog verder geen reacties van de raadsleden binnenkomen. Mochten ze binnenkomen, dan zal ik ze uiteraard voorlezen. Ik stel voor dat wij naar de tweede uitdaging gaan.
Hoe organiseer je voldoende ambtelijke capaciteit? Regionale ambities vereisen forse ambtelijke inzet. In de uitvoering krijgt lokaal vaak voorrang boven regionaal. Beperkt inzicht in capaciteit die lokaal beschikbaar is voor regionale taken en projecten. Verschillen tussen gemeenten voor wat betreft ambtelijke capaciteit. Tegelijkertijd geen draagvlak voor aanzienlijke uitbreiding van het programmabureau. Context ervaren bestuurlijke drukte als gevolg van proliferatie, samenwerkingsverbanden, mooie term weer, precaire financiële positie, herverdeling van het gemeentefonds en opkomstinitiatieven van onderaf. Ja, ook hier weer een kleine glimlach van over het jargon. Ja, er staat ook weer wat jargon op de slide. Ja. Misschien over dat proliferatie. Ja, dat is dus precies. Het punt dat Hart van Brabant is natuurlijk niet de enige samenwerking waar gemeenten in deelnemen. Sterker nog, de meeste gemeenten nemen deel in vele samenwerkingsverbanden. Nou, dat hoef ik u thuis zeker niet uit te leggen. Maar dat betekent natuurlijk dat er van alle kanten getrokken wordt. En ja. Ook aan die capaciteit. Ja, en we zien daar ook een mooi citaat. Hè. Dat is denk ik wat jullie zijn tegengekomen. Iemand heeft gezegd, ja, bij grote gemeenten is het vaak gemakkelijker om die capaciteit vrij te smelen dan bij kleinere gemeenten. Ja, dat klopt. En dat heeft ook niet alleen te maken met de kwantiteit, dus de hoeveelheid capaciteit. Maar het is voor een grotere gemeente ook vaak makkelijker om bepaalde specifieke expertise in huis te hebben. Precies. Of om bepaalde talenten aan te trekken. Dus daarin zie je duidelijke verschillen. Ja, precies. Nou ja, volgens mij is deze helder, ga ik vanuit qua toelichting. Of zeg je, daar wil ik nog iets over kwijt. Ik ook even als buitenstaander. Volgens mij is deze helder. Dan gaan we nu weer hetzelfde doen als vorige keer, maar dan uiteraard even met een schone Mentimeter. Dat betekent mogelijk in uw browser dat u even dat vorige scherm moet sluiten en even een nieuwe moet openen, omdat u weer een nieuw nummer moet invoeren. Laten we het netjes houden. Dus u gaat weer naar diezelfde website, menti.com. Maar nogmaals, het zou even kunnen dat u die vorige echt even moet afsluiten, omdat die anders bij die vorige vraag blijft hangen. Dus u moet zorgen dat u weer bij menti.com een nieuw nummer kunt invoeren. Dus misschien even refreshen of misschien even browser sluiten en een nieuwe openen. En dan typt u de code in 2080493. En dat gaat dan over deze tweede uitdaging. En daar willen we uiteraard ook weer van u weten. Hoe herkenbaar is deze? En dat is uiteraard ook even interessant om een beetje naar het verschil te kunnen kijken. Dat u zegt van, hey, die vorige over die betrokkenheid, dat is enorm en deze is minder. Of juist, wat de eerste persoon die hem invult, deze is voor mij nog veel relevanter, veel belangrijker, veel herkenbaarder, noem het allemaal maar op. Dus daar wil ik u ook weer de gelegenheid voor geven. Dus nogmaals, als u geen code kan invullen, zorg even dat u opnieuw start. menti.com en dan 2080493. En dan komt u bij de tweede uitdaging. En ook daar komen de cijfers weer binnen. Jouw ogen waren volgens mij beste, dus als we ergens tegen de 40 aanlopen, dan ga ik ervan uit dat we naar de volgende kunnen. En ook hier is het cijfer tot nu toe. Het gaat allemaal live natuurlijk. En heel veel dank overigens voor uw medewerking. We vragen natuurlijk veel van u. Normaal gesproken kunnen we in een zaal dat heel makkelijk doen. Nu hebben we maar even gekozen voor deze methode. Maar ook hier, het cijfer lijkt tamelijk. Wet van de grote getallen. Hè? De wet van de grote getallen. Of is dit gewoon, dat komt er eigenlijk altijd uit? We moeten eigenlijk volgende keer vragen, wilt u geen 7 of 8 geven? Alleen als we anders scoren? Nee, dat weet ik niet. Het is voor ons heel nuttig, want je ziet natuurlijk ook heel, dat kunnen wij heel mooi zien. Ja. Natuurlijk ook dat er veel variatie zit. In. Precies. Ja, en nogmaals ook, ook deze Mentimeter wordt straks gewoon keurig gedeeld. 50, Richard. Ja, kijk nou, dus we zitten volgens mij op een hele aardige score. Dan gaan we nu dus ook bij deze weer gewoon naar vraag 2. Dus nu kunt u gewoon even blijven hangen om weer hetzelfde te doen als vorige keer. Om iets van uw oplossing mee te geven of uw analyse. Wat vindt u van dit scenario? Welke gedachten heeft u bij dit probleem? Hoe zouden we het kunnen oplossen? Of, zoals mensen net ook zagen, misschien moeten we daar helemaal niks mee. Misschien heeft u hele concrete quick fixes. Misschien heeft u wat meer filosofische oplossingen. Hetzelfde. Oh ja, iemand zegt, ja, ik heb geen idee. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Samenwerken, zegt iemand anders, uiteraard, heel goed. Is feitelijk nu geen probleem. Ook dat mag uiteraard gezegd worden. Laat dat vooral weten. Als u er meer over wil zeggen, u kunt uiteraard ook altijd nog een toelichting geven via sms. Start met regionale beleidsteam. Minder regionale projecten en taken, meer structureel budget naar het programmabureau, gemeenten moeten leveren, inzet naar RATO. Dat zijn oplossingen die binnenkomen. Dank daarvoor. Ik denk dat er nog meer. Ja, maak expertise inzichtelijk en zorg voor vervanging bij inzet vanuit kleine gemeenten. Accepteren, zegt iemand weer, verbinden. Minder ambitie, aantal projecten in de regio verminderen, focus aanbrengen. Ambtelijk meer capaciteit regionaal samenbrengen. Naar RATO een verplichte deelname van elke gemeente met een uitroepteken. Regionale flexpool organiseren. Beperkte ambities.
meer digitaal blijven overleggen, proberen naar het grotere geheel te kijken en niet alleen naar het vaak kleine individuele belang. Versterken van de effectieve meerwaarde van regionale samenwerking, CQ, terugverdieneffecten. Samenwerking, zoals de omgevingsdienst, tegen betaling andere gemeenten dingen laten doen. Het hoeft niet in FTE, het kan ook in budget. Een gemeente voor een bepaald project kartrekken maken. De huidige begroting is wel een knelpunt voor regionale investering. Projectteams op thema, wat door de regio gedaan wordt, niet door gemeenten. Dus de capaciteit is er. Geen cherrypicking, meer focus. Volgens mij zijn we redelijk efficiënt met beperkte, doch kwalitatief goede inzet van regiobureau en gemeente. Bespreken we toch echt heel veel, en veel is dan met hoofdletters geschreven. Bepaalt vaak percentage van gemeentelijke ambtelijke capaciteit beschikbaar stellen voor de regio. Gemeente proportioneel ambtelijke inzet leveren afhankelijk van het omvang van het aantal inwoners. Prioriteren, kwaliteit uitlenen, salarissen tussen gemeenten gelijk trekken. Kijk, we gaan gelijk de CEO's eens even doen, meneer Weterings. Dat is ook een interessant voorstel voor vanavond. Regionale experts werken samen. Het Rijk zou moeten zorgen voor budget voor de regio. Bij gemeenten geeft het altijd gedoe. Kijk, dat is ook een mogelijkheid. Deel expertise, breng deze samen. Shared service, heldere afspraken maken. Veel minder verplichtingen. Per gemeente een regiocommissie, verantwoordelijkheid regionaal managersniveau vastleggen of formaliseren. Ook wederom heel veel dank, ook dat u zo snel vanuit dat probleem met allerlei oplossingen aankomt. En tegelijk, ja, maar daar zijn jullie gelukkig voor. Zeg daar maar eens wat zinnigs over. Nou, wat mij allereerst opvalt is dat de termen als prioritering en focus veel terugkomen. Ja. Dat hebben wij ook in de gesprekken die we hebben gehad en de bijeenkomsten vaker gehoord. Dus ik denk ook zeker dat daar een uitdaging zit. Ik denk ook dat we ook gezien en gehoord hebben dat bij het opstellen van de strategische meerjarenagenda misschien wel veel aandacht in gaat zitten in het verzinnen van mooie vergezichten en ambities. Maar misschien iets te weinig ook aandacht is gegeven aan kunnen we dit ook met elkaar realiseren. Ja. Dus dat is denk ik één kant. Ja. En een andere kant die ik ook nog wel interessant vind, is dat wij in de gesprekken tot nu toe veel gehoord hebben dat er eigenlijk niet veel draagvlak is om een soort van centrale capaciteit te vergroten. Mm-hmm. Er is een programmabureau en het is niet. Ik kwam naar voren dat het niet de bedoeling was om dat al te veel te laten groeien. Maar er zitten toch wel een aantal reacties hier tussen die misschien wel een andere kant op wijzen. Dus ik denk dat zeker en tegelijk ook weer focus aanbrengen. Hè? Dus absoluut. Ja, dus dat. Ja. En ook weer overigens, die zien we hier ook weer gewoon de complimenten. Van mensen, laten we niet vergeten, Zeker. We doen al heel veel. Dat gaat ook al heel goed. Dat moet je ook weer accepteren. En dus die school zien we eigenlijk ook hier weer terugkomen. Ja. Mooie Absoluut. Aanvulling, Martijn. Vandaar dat wij het ook geen problemen hebben genoemd, maar uitdagingen. Kijk, heel goed. Omdat het niet per se problemen zijn. Het zijn uitdagingen waar deze regio voor staat, ook andere regio's. Ja, voor die, wat betreft die centrale capaciteit, vond ik wel de nuance hiervan. Je hoeft dus dat niet per se in het bureau of binnen het bureau te organiseren, maar je kunt dat ook duidelijker identificeren binnen de gemeente. Binnen de gemeente wie er wat kan en welke expertise is. Ja. En dat kan hier in Hilvarenbeek zijn op een bepaald terrein, het kan elders zijn. Dus dat misschien vind ik ook een nuance van we maken gewoon het programmabureau groter, dan is het opgelost. Ja. Dat is nog een andere richting, misschien heb ik hem gemist, maar hier niet zo snel tussen zat dit. Waar wij wel aan denken is ook dat je natuurlijk ook kan kijken hoe je capaciteit kan benutten buiten de gemeentelijke organisaties. Hè, dat is een van de punten op de slide, was ook dat steeds meer bottom-up initiatief komt. Ja. Vanuit het bedrijfsleven, vanuit bewoners. En het is ook interessant om te kijken hoe je dat, ook die capaciteit om het zo maar te zeggen, die uitvoeringskracht kan benutten voor je regionale ambities. Ja. Iemand vroeg nog even overigens, doe dat ook vooral per sms nog toe. Ja, hou het simpel. Doe die zaken in de regio met toegevoegde waarde en geen grote ambities ontwikkelen door de regio. Dat is een raadslid uit Geelse Rijen. Dus nogmaals, dat is uiteraard één geluid, even in aanvulling op. Maar ook dat is wellicht een harde kreet. Van, dat is natuurlijk ook weer, dan kunnen we er straks weer een mogelijk nieuw uitdaging aan toevoegen. We moeten het simpeler maken. Ja, het sluit een beetje aan of loopt vooruit op de volgende uitdaging. Ik weet niet of we daar al aan toe waren. Maar laten we dat doen. Mogen we weer schakelen naar In de tussentijd nog even, ik vond een andere leveren. Werd ook duidelijk genoemd. Hè? Als je committeert aan iets, lever dan ook. Of althans, je laat zien dat je hebt gecommitteerd aan iets door te leveren.
En blijkbaar is dat niet in alle gevallen op dit moment zo. De vraag is dan even waar dat in zit, of die capaciteit er gewoon niet is. Of dat men uiteindelijk toch niet gecommitteerd is en misschien er wel een gebrek aan urgentie is. Nou, dan kom ik op bij de volgende uitdaging. Ja. Nou ja, mocht u op dit punt uiteraard nog willen reageren, kan dat. Mijn nummer staat in beeld, u heeft het waarschijnlijk ook wel. En dat is gelijk een mooi bruggetje naar die derde uitdaging. Hoe zorg je ervoor dat de toegevoegde waarde van de regio duidelijk is? We zien de SMA met een duidelijke visie, doelen in het licht van regionale problemen, context. Toch beperkt sprake van overeenstemming over regionale prioriteiten, de core business. Focus in debatvraag op financiën, op procedures, in plaats van de inhoud en opgave. Misschien was het gesprek wat we hiervoor hebben gevoerd daar ook wel een voorbeeld van. Toegevoegde waarde van de regio is onzichtbaar, wordt niet gezien. Onderliggend gebrek aan urgentie, aan commitment. De context, een revival van de regio. Groeiend belang van de regionale brede welvaart. Streven naar integrale aanpak van opgaven. En blijvend gebrek aan interesse bij burgers voor de regio. Met het citaat, de lokale agenda bepaalt de activiteiten. Regionaal doen we te weinig. Ja, jij ook. Ja, nee, ik denk, we gingen daar al een beetje naartoe hier. Ja, uiteindelijk, de vraag over legitimiteit is van belang, de vraag over capaciteit is van belang. Maar dat is voor een deel de strategie. Het gaat om het management of de uitvoering, of hoe je het wil noemen. Het gaat er natuurlijk uiteindelijk om wat je met elkaar wil realiseren in die regio. En daar zien we dat er een ambitieuze agenda is voor de strategische meerjarenagenda. Maar tegelijkertijd wel heel veel ambities. En ook gewoon beperkte capaciteit en ook beperkt draagvlak voor de uitvoering van een aantal van die ambities in de praktijk. Precies. En misschien onderliggend hieraan zou je kunnen zeggen, als er niet altijd commitment is of blijkt te zijn, bijvoorbeeld bij het leveren, leveren van capaciteit. Meneer met de trui, u mag dichter bij de microfoon. Is er dan wel voldoende urgentie? Is de problematiek waar men dan op regionaal niveau aan werkt, is die wel groot genoeg? Ja. En zijn dat wel de problemen dan waar je voor samen moet werken? Die vraag. Een hele wezenlijke vraag ook, maar uiteraard, u kent de systematiek weer op dezelfde manier. Ja, wat vindt u hiervan? Herkent u deze met een cijfer? En vervolgens, wat ziet u voor oplossingen, voor mogelijkheden? Noem het allemaal maar op. We gaan dus weer naar Mentimeter en zorgen dus weer even voor dat u in de gelegenheid bent een nieuwe code in te voeren. Dus even het oude tabblad sluiten. We hebben uw opbrengsten binnen. En u gaat nu naar het nummer 592-6098. Verder weet u dan wat u te doen staat. We gaan weer dezelfde twee vragen. Dit gaat dus over die derde uitdaging. Hoe zorg je ervoor dat de toegevoegde waarde van de regio duidelijk is? U gaat dus even, zorgt u dat u opnieuw een nummer kunt invoeren. Misschien even afsluiten, misschien even refreshen. En dan typt u de code 592-6098. En excuses voor het geluid. We proberen uiteraard dat zo goed mogelijk te doen. Hoe herkenbaar is deze uitdaging? Daar kunt u dan ook weer een cijfer aan geven. We kijken of dat weer ongeveer hetzelfde is. Of dat hier mogelijk ineens iets heel anders uitkomt. En daarna gaan we u uiteraard ook weer vragen. En nogmaals heel veel dank ook voor uw sportiviteit en medewerking. Eigenlijk is dit bijna een soort onderzoek aan zich wat we nog aan het doen zijn. Dat is het. Ja. Nou, dat is ook de gedachte. Ik bedoel, we doen dit soort onderzoek. Dit is voor ons ook experimenteren in zekere zin en leren hiervan. Ja. Het heeft geen enkele zin om hier als wetenschappers in de Ivoren Toren te gaan zitten voor dit type problemen. Dus dat doen we graag samen. Dus het is, en tegelijk is dit misschien ook wel heel mooi dat we nu ook heel transparant kunnen maken. Hoe lastig het is om zoiets als een regio te sturen, als we al zien hoe verschillend die geluiden ook zijn. Ja. Jullie overigens ooit ambitie om nog eens bestuurder te worden? Of denk je na het zien van al deze dingen, ik blijf lekker onderzoeker? Dat laat ik me nog niet over uit. Dat is heel politiek. Dan ben je in ieder geval geschikt als bestuurder als je dat soort antwoorden geeft. Hoe zit het voor jou? Ik heb heel veel bewondering voor de bestuurders die ik tegenkom. Kijk, dat is ook een keurig antwoord. Ja, dan kun je altijd nog benoemd worden. Het is ook maar even uiteraard om in gesprek te blijven, anders is het zo stil aan de andere kant van de lijn. Hoeveel zitten we? Dik in de 40 weer volgens mij? Jouw ogen waren beter. Ik zie dat het twee getallen zijn, maar... Ja. Ja, we zitten weer in de 40. Dus met permissie, ook hier zie ik... Weer een goede 7. Vergelijkbaar volgens mij met de vorige. Het scheelt een paar decimalen. We gaan ook veel variatie. Precies. Er zijn ook een heel aantal mensen die kennelijk deze uitdaging niet of slechts maar precies, er zijn ook herkennen. Wel wat extreme, om Zeker. Het zo maar te zeggen. Hè? Ja, heel goed. Dank. Dan gaan we weer naar de tweede vraag hierover. En dat is weer uw inbreng.
Wat is uw oplossing? Wat zijn uw gedachten hierbij? Noem het maar op. Hè. Dat mag u uiteraard, net als bij de vorige, gewoon weer helemaal zelf invullen. Hoe ziet u dit? Hoe zouden we hiermee om moeten gaan? Hoe zorg je ervoor dat de toegevoegde waarde van de regio duidelijk is? Wat zou daarvoor kunnen gebeuren? Wat zou er moeten gebeuren? Wat zou er anders moeten? Of moeten we het juist weer accepteren? Moeten we aanvaarden dat wat we nu hebben misschien ook al wel heel goed is? Kunnen we bijsturen? Moeten we bijsturen? Iemand zegt, ja, uiteraard, we moeten wel resultaten gaan boeken. Dat is dan de belangrijkste oplossing en laat die resultaten dan voor zich spreken. Dat is de eerste die binnenkomt. Dank daarvoor uiteraard. We weten dat we vanavond veel van u vragen. Dus daarom nogmaals dank. De wedervraag is dan misschien, of die follow-up aan, is, heeft u, heb jij, ja, het idee dat er geen onvoldoende resultaten geboekt, okay, worden? Dus, mooie vraag. Dus is, nog even is het, voor worden ze onvoldoende zichtbaar gemaakt of zijn ze er niet? Ja. Goeie vraag, dus als u dat nog even per sms naar mij kan sturen van de persoon die dat resultaat boeken, zijn ze er dan niet of zijn ze onvoldoende zichtbaar gemaakt? Ik lees even verder. Lokale vraagstukken houden prioriteit. We moeten resultaten tonen. Toegevoegde waarde is gewoon beperkt. Prima toch? Communicatie van experts inzetten. De oplossing, het probleem of uitdaging definiëren. Beter communiceren. Periodiek korte en heldere informatie over de stand van zaken, respectievelijk resultaten. Maak inzichtelijk dat regionale resultaten beter en tegen minder kosten worden bereikt dan lokaal. Ja. Lokale ambities tot uitgangspunt gebruiken. Scherper zijn in de opgave in beeld brengen. Omgevingsagenda specifieker maken. Meerwaarde van de regio is vanzelfsprekend duidelijk als je alleen de zaken op regionaal niveau regelt die bij de schaal passen. Efficiëntie, uitvoering en wettelijke taken zoals de REX. Aantoonbaar maken van resultaten, minder papier, minder praten en meer resultaten. Ambitie smart vertalen voor verwachtingsmanagement en rapporteren over tussentijdse resultaten en inputvragen. Tussentijdse rapportages, maar ook zichtbaar wat er gebeurd is. Focus leggen op een beperkt aantal resultaten. Regio dichter bij de inwoners brengen, samen kom je verder. Profileren als regio voor werk, recreatie en samenwerking. Alleen maar regionaal zaken oppakken als er lokaal behoefte aan is, successen duidelijker maken, schaalvergroting, kleine gemeenten kunnen de taken niet aan en hebben ook geen capaciteit voor regionale taken, vertalen naar lokale gemeenten, met name regionale complexe problemen aanpakken, zoals jeugdzorg, energietransitie. Voor veel inwoners blijft de regio ver van het bed. Focus, focus, focus. Is het al niet zichtbaar, zegt iemand anders? We boeken al resultaten met hoofdletters. Dit is denk ik de bijdrage van Theo, maar dat weet ik niet. Veel zelfs, deel de successen, want mijn collega Raad zei, oh nee, toch niet, hebben wel commentaar, maar hebben geen idee wat er gebeurt als ze zonder de regio zouden moeten doen. De regio beter zichtbaar maken. Niet alle resultaten zijn lokaal gelijk. Heldere, bondige communicatie naar raden en inwoners. Integrale regionale oplossingen leiden, oh die had ik al, sorry. De zaken die groot zijn voor kleine gemeenten, zoals jeugdzorg en energietransitie. Focus, focus, communicatie. Regio is niet zichtbaar. Raadsleden moeten niet alles lokaal vast willen houden. Ze hebben ook zelf een verantwoordelijkheid. Relatie tussen gemeente en de regio beter uitleggen. Lokale medeverantwoordelijkheid maken voor regionale opgaven. Ja. Deze, ook hier zien we wel weer een paar van die stromingen. Ja. En even, er kwam ook een sms'je, ik weet niet of dat over... Oh, dit was meneer met de trui dicht bij de microfoon. Die had ik voorgelezen. Ja. Er komen nog wat aanvullingen. Bestuurders melden elk succes. Als de regio niet zichtbaar is, dan zijn er geen of te weinig regionale successen. En er wordt ook nog gezegd, zoals een grote stad vaak de G40 nodig heeft om in Den Haag te worden gehoord, heeft een kleinere gemeente soms ook vaak het gewicht van de stad nodig om zaken voor elkaar te krijgen. Het werkt niet om daarover in een kramp te schieten. Misschien gewoon praktisch mee omgaan. Ja. Ook die worden nog even toegevoegd. Ja. Een paar lijnen. Ja, graag. Nou, hier weer focus ook, denk ik. Hè. En er worden concrete suggesties gedaan. Jeugdzorg, energietransitie, zaken die, waar je echt samen moet werken en waar je duidelijk samen resultaten zou kunnen boeken. Die je dan zichtbaarder zou moeten maken. En de vraag is een beetje hoe. Daar wordt al veel gedaan, hebben we ook gehoord. In termen van communicatie, ik denk wat een aardige die ik hier vind is van, ja, wie zouden dat moeten doen dan? Hè? Is het het programmabureau of is het aan raadsleden, maar bestuurders, wethouders, burgemeesters om dat te doen? Om lokaal ook verantwoordelijkheid te nemen om te laten zien wat die regio oplevert. Ja. En dat je op sommige terreinen niet zonder die regio kunt
en wild. En op sommige terreinen dan, die terreinen waar we over spraken bijvoorbeeld. Ja. We zien hier inderdaad ook wel bij die verantwoordelijkheid verschillende lijnen. Mensen zeggen dat kan inderdaad bij het bureau, maar ook weer iemand die zegt dat moeten die raadsleden ook weer zelf doen. Die hebben zelf een verantwoordelijkheid. Die eigen verantwoordelijkheid. En dit weten we wel uit andere systemen met meer lagen. We weten ook hoe in onze politici in Europa gezamenlijk aan oplossingen werken. En zodra ze weer in Den Haag zijn, dan heeft Europa het gedaan. En die reflectie zien we hier ook wel een klein beetje. Dus meer ook de toegevoegde van de waarde van de regio lokaal voor het voetlicht brengen. Ja. Maarten? Ja, ik wil er ook nog één interessante uitleggen die ik zag staan en misschien ook al een paar keer terugkwam. Het was alleen regionaal als lokaal er behoefte aan is. Ja. Het interessante daarvan is natuurlijk dat dan ook de situatie kan ontstaan dat er in een aantal gemeenten wel behoefte aan iets is, maar in andere niet. En hoe ga je daar dan mee om? En accepteer je dan ook dat je misschien alleen met een aantal gemeenten op een bepaald vraagstuk samenwerkt en dat de anderen even niet meedoen? Ja. Nou, dat is bijvoorbeeld iets wat je in een aantal andere regio's in Nederland ziet. Dat die mogelijkheid wordt geboden. Ja. En dat zou natuurlijk ook iets kunnen zijn. En ook daar maar gelijk natuurlijk de hamvraag, wat zijn de ervaringen daar? Is het helemaal hoogjouwend? Dat durf ik niet te zeggen. Ik denk ook dat dat met name een trend is die je gewoon de afgelopen tijd wat vaker ziet. In reactie op wat meer formelere samenwerkingen waar partijen elkaar heel erg vasthielden. Ja. Drechtsteden kwam net al even aan bod. Daar hebben wij zelf ook eerder onderzoek naar gedaan. Daar liepen ze ook tegenaan dat alles samen willen doen toch ook wel zijn beperkingen heeft. Daar is nu wat meer de oplossing gekozen van gewoon misschien moeten we ook juist wat ruimte geven aan elkaar. En soms is niet alles met elkaar, een onderwerp niet met elkaar willen oppakken, samen willen oppakken. Ja. Dan geef je natuurlijk ook wel ruimte aan dat een gemeente zegt, ik doe gewoon even niet mee. Ja, moet dan ook kunnen. En dat kan op dit moment ook in de regio, dus de gemeenschappelijke regeling laat dat gewoon ook toe. Ja. Expliciet. Dus. Ja. Ja. Ik kijk nog heel even hier naar onder, hadden we ze allemaal, kwam er nog wat binnen? Helemaal onderaan? Of hebben ze inmiddels allemaal voorgelezen, volgens mij wel, hè? Nieuwe manier van werken ook een plaats geven. Samenvattingen toevoegen, dat is ook wel weer leuk, hè? Ook wat quick fixes worden hier ook weer genoemd. Mooi, ook hier uiteraard, als u daar nog over wilt toevoegen, kan dat. Wij schakelen weer eventjes naar de PowerPoint. Want wij komen ze dadelijk natuurlijk ook aan bij de vierde uitdaging. En daarna horen we uiteraard van u ook nog, hè, als u zegt, hey, ik mis toch nog een uitdaging, dat kan er uiteraard ook nog, hè, om het gesprek echt even netjes af te ronden met elkaar. Maar deze vraag gaat over de vierde uitdaging, hoe zorg je voor voldoende verbinding en vertrouwen? Veel aandacht voor structuur van regionale samenwerking, maar minder aandacht voor de cultuur, de gedeelde waarden, het proces, hebben we allemaal dezelfde belangen. Een terugkerend patroon, where you stand depends on where you sit. Gaan we straks even uitleggen. Rol van regionaal leiderschap bij het doorbreken lokaal sectoraal denken onderbelicht. Verhoudingen tussen bestuur, raden en programmabureau, hoewel beter dan elders, zijn voor verbetering vatbaar. De context, toename van wantrouwen van de gevestigde orde, daar hebben we het in het begin al even over gehad. Polarisatie van het debat, mede onder invloed van sociale media. Versplintering van de politiek en steeds korter wordend collectieve geheugen van de raden. Het chagrijn moet eruit. Ja. Nou, staan hier hele vrolijke mensen. Eerst even maar uitleggen, where you stand depends on where you sit. Even in algemeen beschaafde regio. Ja, daar kan ik wel wat over vertellen. Ja. Dit komt eigenlijk, kijk, we hebben dus de afgelopen maanden heel veel bijeenkomsten en gesprekken gevoerd met allerlei verschillende gremia binnen de regio. En wat je daarin merkte, één is eigenlijk dat er opvallend wel een soort van homogeen, eenzijdig beeld wat over van, nou, waar in de regio lopen we nou tegenaan, waar zou het beter kunnen en waar moeten we het misschien ook gewoon houden zoals het is. Maar als je daar dan op door vroeg, dan kwam wel heel duidelijk naar voren dat het ook wel uitmaakte wie je nou precies sprak. Hè. En om even dat met een paar voorbeelden duidelijk te maken. Mm-hmm. Als je bijvoorbeeld deze vraag stelt aan gemeentesecretarissen, dan gaat hun aandacht vooral uit naar dat capaciteitsvraagstuk. Ja. Waar we het net over hebben gehad. Nou, vraag je dit aan raadsleden, merkten wij in gesprekken, gaat het vaak over de legitimiteitsvraagstuk. Dus afhankelijk van je rol, afhankelijk van je rol, dus waar je staat of waar je zit, dan, neem je een andere positie in het vraagstuk. En zoek je de oplossing ook op een andere plek. Ja. Dus dat is wat we veel zagen. Ja. Korter wordende geheugen. Sorry? We herinneren ons minder, of is dat de ervaring van mensen? Dat is het laatste punt in de context. Wat je over het algemeen ziet, is dat raadsleden minder lang zitting nemen in de gemeenteraad. De doorstroomsnelheid is groot. Dat betekent ook, dat is een hele mooie kant, veel nieuwe frisse ideeën en energie. Maar de keerzijde is natuurlijk ook dat heel veel
Dingen dat je dus ook misschien gewoon wel vaker weer moet uitleggen. Wat is de regio? Wat is de toegevoegde waarde van de regio? En wat doen we daar nou eigenlijk allemaal met elkaar? Er komt ook nog een geluid van iemand binnen die zegt: provincie en Rijk gaan vaak uit van regionale samenwerking, dus je moet wel. Is dat nou typisch misschien, ik weet niet of ik deze persoon nou tekort doe, een beetje het voorbeeld van dat een klein beetje chagrijn wat eruit moet? Nou nee, dit is volgens mij gewoon een hele realistische opvatting. Het is zo, dat je op sommige onderwerpen samen dat het Rijk regionale samenwerking eigenlijk gewoon afdwingt. Ja. Het scenario van helemaal geen regionale samenwerking is eigenlijk ook niet een heel realistisch scenario. Ja, de vraag is van vervolgens, kijk, je bent maar verplicht. Een verstandshuwelijk is natuurlijk iets anders dan waar deze uitdaging. En dat kan, je kan, zo maar zeggen, uitsluitend samenwerken op de terreinen waar je dat verplicht bent te doen. De vraag gaat hier ook vooral om, zijn er nog andere terreinen waarop we vrijwillig zouden willen samenwerken? Omdat we zelf de noodzaak of het nut zien om samen te werken. En dan is de vraag, hoe gaan we dat dan doen? Hè? Met wat voor soort inzet en hoe organiseren we het draagvlak daarvoor? En hoe zorgen we ervoor verbinding en een beetje vertrouwen in elkaar? Dus het gaat ook zeker vooral, het gaat of niet uitsluitend om die verplichtende karakter van die samenwerking, maar ook vooral waar het de vrijwillige samenwerking is. En dat zit vooral natuurlijk in die cultuur. We gaan het zo voorleggen aan de mensen. Ja, nog even, want ik denk dat de kern van deze uitdaging is, wat ons betreft ook, dat je ziet, is dat het gesprek heel erg snel gaat dus over structuur. Hè? Dus wie gaat waar over, waar bespreken we het, wie neemt er het besluit of terwijl het voor samenwerking ook heel belangrijk is om het juist over meer die cultuuraspecten te hebben. Over wat vinden we nou belangrijk? Precies. Wat zijn ook gewoon mijn belangen? En hoe kunnen we elkaar daarin helpen? Dat gesprek. Dus dat is denk ik de kern van waar deze uitdaging ook over gaat. Mooi. We gaan hem weer aan u voorleggen. Dank ook voor die toelichting. U weet hoe het werkt. Laatste keer nog één keer naar Menti. Zorg even dat u weer een schone Menti heeft, om het zo maar te zeggen. Dat u een nieuwe code kunt invoeren. En die code is deze keer 309446. Dus de laatste vraag over deze laatste uitdaging. Hoe zorg je voor voldoende verbinding en vertrouwen? Dat doet u met de code 309446. Dus zorgt u weer even voor het verversen of voor een nieuw tabblad, dat u even opnieuw een code kunt invoeren bij menti.com. Nogmaals, dank voor uw sportiviteit. We vragen een hoop van u vanavond. Maar ook hier vinden we het natuurlijk wel heel fijn om van u terug te horen hoe herkenbaar u deze uitdaging vindt. En daarna gaan we uiteraard u ook weer de gelegenheid geven om uw input te geven. Eerst maar weer even naar de herkenbaarheid. We starten met een 10, dat is altijd prettig als eerste. Maar er komen nog uiteraard een hoop getallen bij. En wij zien ze hier allemaal live binnenkomen. De eerste exit polls tonen dat dit toch wellicht. Oh nee, hij gaat nu toch naar beneden. Ik dacht, misschien komen we een keer boven de 8 uit. Of ben ik nu schaamteloos de boel aan beïnvloeden? Ja, dat weet ik niet. Nu beïnvloed je de poll. Dit mag niet, dit ben ik live. Dit is, we zetten de meter stil bij. We zetten de meter stil bij waar hij stond. Wegens fraude is dit onderzoek onderbroken. Ik geef u uiteraard de gelegenheid om hier ook uw cijfer op te geven. Jij houdt weer zitten we al aan de 40? Volgens mij wel, hè? Ja, 44, 45, 47, zoiets. Ja. Nou ja, we kunnen in ieder geval voorzichtig concluderen dat alle uitdagingen in ieder geval door alle mensen aardig gedragen worden. Er ook geen grote verschillen zitten. Zo van, klopt. Die is enorm veel of meer of minder belangrijk. Ook hier een keurige 7. Ja. Ja, nee, absoluut. Ik denk wel dat je hier dus meer ziet. Dat volgens mij bij de vorige zag je dat het wat varieerder was. Ja. Gespreider. Dus hier zit het wat dichter bij elkaar. Hier zit het wat dichter bij elkaar. Mooie analyse. En u weet uiteraard hoe het werkt. Voor de laatste keer willen we u vragen naar uw oplossing. Wat ziet u hier voor gedachten? Wat heeft u hierbij gedachten bij? Kunnen we dit oplossen? Moeten we het oplossen? En zo ja, uiteraard hoe? Wat voor gedachten heeft u daarbij? Ook daar weer dank voor het delen. En daar voeren we inderdaad met elkaar dan nog het gesprek over. En dan gaan we natuurlijk zo dadelijk ook naar meneer Weterings om te vragen wat hij hiervan vond. Van alles wat hij heeft gehoord en uiteraard ook de afronding met jullie zo dadelijk. Ik krijg nog door of het programma voorziet in een korte pauze, zodat de kijkers bijvoorbeeld even koffie kunnen halen of een sanitaire stop kunnen doen. We zijn, even kijken, volgens mij keurig om 7 uur gestart. Ja, normaal gesproken hou ik ook zo'n beetje een anderhalf uur aan. Dus ik hoop, en anders moet u even snel op en neer rennen. Maar mochten er heel veel vragen straks komen, uiteraard kunnen we altijd even kort pauzeren. Maar volgens mij lopen we aardig op schema. Bondige regionale agenda. What's in it for everyone and for us?
Niet mouwen, maar gewoon aan de slag. Kijk eens even, in authentiek Tilburgs is dat volgens mij. Openheid geven over de eigen gemeentelijke belangen, zorgen en ergernissen. Meer een gesprek met elkaar, commitment, nut en noodzaak duidelijk hebben en aandacht geven. Zorgen dat het geen kind met een waterhoofd wordt. Kijk eens even, vertrouwen moet de basis zijn. Accepteer dat belangen uiteen kunnen lopen. Meer discipline in bijeenkomsten. Sterke en aansprekende programmadirectie. Team spirit, met elkaar eens het gesprek aangaan over wat we nodig hebben. Collegegelden moeten raadsleden beter meenemen om vertrouwen te winnen. Oh, collegeleden, sorry, excuses. Korte, bondige rapportage van de problematiek. Focus aanbrengen op thema's en durven loslaten. Vertrouwen als uitgangspunt. Vertrouwen wordt gebaseerd op kennis. Informatie is dus echt belangrijk. Heb vertrouwen in de bestuurders. Vanuit de bedoeling de samenwerking starten. In gesprek blijven met respect, houding en gedrag. Inschikken voor gezamenlijke belangen. Bezwaren wegnemen in plaats van overtuigen van de voordelen. Meer samenwerken, betrokkenheid, betrokkenen uit de gemeente. Vaker op onderwerp bijeenroepen en op locatie. Methodiek van verbindend onderhandelen gebruiken. Dus op basis van belangen. Duidelijke structuren afspreken. Aan elkaar gecommitteerd zijn. Vertrouwen is het allerbelangrijkste. Ga het dappere gesprek aan met elkaar. Wethouders zijn eigenaar van de opgave. Ze moeten dus ook gezicht geven en hun raad meenemen. Samenwerking hoeft niet altijd met iedereen. In Heusden noemt men dat dansen op scholen. Schalen, excuus. Samenwerken met de gemeente die een win-win situatie samen organiseren. Die is er niet. Er is geen oplossing, zegt iemand. Lokale belangen blijven nu eenmaal altijd botsen. Teamvorming en verantwoordelijkheden op regionaal niveau versterken. Ja, als ik een analyse ook hier... We hebben eigenlijk braaf op papier, weten we eigenlijk allemaal wel hoe het moet. We moeten in belangen denken, we moeten elkaar wat gunnen, we moeten de deur af en toe voor elkaar open houden. We moeten af en toe accepteren dat het niet helemaal op mijn manier kan, maar dan kan ik jou meenemen. Dat weten we eigenlijk wel. Er zitten absoluut mooie woorden in en ik denk dat het ook bijna leest als een soort oproep aan iedereen in de regio om... Om vooral de juiste houding en gedrag las ik ergens staan. Ja. Dat is natuurlijk de kern waar het over gaat. Ook. Ja. En dat bedoel ik, hè, op papier weten we het eigenlijk wel. Ja. En toch ervaren we dit wel, als een, hè, gezien het cijfer, als een uitdaging. Nou, misschien juist omdat het zo vanzelfsprekend lijkt, hè, is dit iets wat je voortdurend zou moeten herhalen. En zeker ook in het licht van dat beperktere collectief geheugen, niet alleen bij de raden, maar elders. Hè. Ik denk dat de doorstroming op alle terreinen groter is dan in het verleden. Dus dit zou wellicht meer aandacht moeten krijgen, meer expliciet aandacht. En dus door, en heel simpel, en iemand gaf volgens mij ook een suggestie van met elkaar in gesprek en op gestructureerde manier in gesprek. Ja. Expliciteren wat je belangen zijn als je met elkaar in gesprek gaat, niet ellenlang in overleg zonder en daaromheen praten. En tegelijk, hè, ik lees hier nog één, lokale belangen blijven nu eenmaal ook altijd botsen. We moeten misschien ook niet de illusie hebben als we nou maar allemaal onderhandelen. Dat vraag ik me af of dat altijd zo is. Okay. Ik denk dat dat zeker op sommige terreinen zo zou kunnen zijn, voor wat betreft sommige taken en projecten. Ja. Dus daar zou je, dan zijn er twee opties. Dan laat je de ruimte om soms dus niet lokaal mee te gaan met iets. En daarnaast wellicht, je gaat op zoek naar waar je elkaar, dat ene punt of die enkele punten waar je elkaar wel kunt vinden. Waar de belangen wel grotendeels of helemaal overlappen. Ja. Nou ja, kijk, ik denk dat het klinkt misschien als een cliché, maar het feit dat je het niet altijd eens bent met elkaar of andere belangen hebt, betekent niet dat je geen open gesprek kan hebben waar je op zoek gaat naar dat punt waar je elkaar wel weet te vinden. Ja. Dus ik denk dat dat, dat dan de kern is waar het om draait. Zeker. En mooi vond ik ook nog van niet elkaar proberen te overtuigen, maar bezwaren wegnemen. En dat is er wel één die... we zien dat veel gebeurt. Elkaar proberen te overtuigen. Ik leg het nog even uit. Maar dat je met elkaar in gesprek gaat en probeert te begrijpen wat de bezwaren zijn vanuit één of meerdere gemeenten. En dat je probeert die weg te nemen zoveel mogelijk. En als die onoverkomelijk zijn, dan moet je er misschien voor kiezen om het niet met alle gemeenten te doen. Maar dat is wat anders dan elkaar inderdaad proberen te overtuigen van jouw belang of jouw gelijk. Dat klinkt ook weer als een open deur, maar blijkbaar is daar is dat iets wat zou kunnen helpen in deze regionale samenwerking. Mooi. Dank ook voor jullie analyse. Ik stel voor dat we nog één keer schakelen naar de PowerPoint.
En dank uiteraard nogmaals voor uw sportiviteit, alle antwoorden die u heeft gegeven. Zo dadelijk uiteraard ook nog een gesprek met meneer Weterings over zijn analyse, hoe hij dit allemaal heeft gelezen en gehoord. Misschien voor jullie nog even ook de globale planning. Hè? Want daar zijn mensen natuurlijk ook naar op zoek. Van, ja, en nu, we hebben nu dit gesprek gevoerd, heel waardevol met elkaar. Ja. Wat is de vervolgstap? Nou, buitengewoon waardevol. Heel veel dank nogmaals. En misschien nog voordat ik iets zeg over die planning. Wij hebben 4 uitdagingen geïdentificeerd op basis van alle gesprekken die we hebben gevoerd. Mocht er nou nog een 5e zijn, die voor u misschien de enige is, dan horen we dat natuurlijk ook graag via sms. Dus aan Richard van, hey, dit is niet ter sprake gekomen, had wel ter sprake moeten komen. Want is wat mij betreft de belangrijkste uitdaging. Ja. Dus als u nog iets mist, hè, laat dat weten. Ja. Ja. En er komt al gelijk ook per sms een vraag nog binnen. Wat gaan de onderzoekers met de verkregen resultaten van deze Mentimeter doen? Was getekend Kees Zwaal. Dankjewel. Ja, nee, dat ga ik sowieso zeggen. Als dat is een uitdaging voor ons. Dus om daar dan op in te gaan. Wij gaan dit verwerken, net zoals we alle informatie die we hebben vergaard eerder hebben verwerkt. En we gaan dat ordenen. En we gaan dat zo transparant mogelijk ook in een rapportage proberen te vatten. Die voortbouwt op wat we hier al hebben geschetst, maar verder invulling geeft daaraan. Hè. Dus ook vooral ook richting concrete suggesties en oplossingsrichtingen of handelingsperspectief. Wat wij doen is niet zozeer een soort blauwdruk opleveren voor de regio. En zoals je eerder zei, van, hey, jullie kunnen nog even tekenen bij een kruisje. Zo gaan we het nu doen. Wij leveren input en we hebben daar de gedachte is dat we dat doen via een aantal scenario's. Zo zou het kunnen, waarvan 1 is, doorgaan zoals het nu gaat. Het gaat goed. Of met wellicht kleine aanpassingen. En er zouden ook scenario's kunnen zijn die iets grotere aanpassingen vereisen. Nou, dat leggen we voor weer aan jullie allemaal. En uiteindelijk is het aan de regio om daar een besluit over te nemen, een keuze te maken. Mooi. Hoe houden we de uitgaven in de hand? Komt nog even binnen. Nou. Ik weet niet of dat over het onderzoeksbudget gaat, maar de vraag komt nu binnen. Nou, dat is gewoon een PMAQ. Nee. Dat is gewoon een PMAQ. Ja, hij komt binnen. Dank daarvoor. Jij ook alles kunnen zeggen? Absoluut. Nee, absoluut. En misschien een kleine winstwaarschuwing toch nog vooraf. Kijk, ik vond het heel mooi om te zien dat er ook wel de realiteitszin zit in de reacties die we nu hebben gehad. Wat er uitkomt en wat er vervolgens gekozen wordt, zal nooit alle problemen oplossen. In dat opzicht blijft het waarschijnlijk ook een continu gesprek de komende jaren. Ja. Maar wij hopen dat we daar met het onderzoek in ieder geval een klein zetje in de goede richting kunnen geven. Ja, en ik weet, hè, nogmaals al gezegd, de klankbordgroep kijkt natuurlijk ook met ons mee. Hè, dus ook als zij nog suggesties hebben van wij hopen of wij verwachten dit of wij willen op deze manier misschien daar ook bij betrokken worden. Uiteraard ook aan hen de uitnodiging. Volgens mij geldt voor jullie ook dat je zeer benaderbaar bent. Laat het vooral eventjes weten. Ja. Zeker. Voor nu genoeg gezegd. Zullen we meneer Weterings erbij gaan halen? Uitstekend. Want we zijn natuurlijk ook zeer benieuwd naar zijn conclusie. Dank. Ja, jullie krijgen ook een hartelijk applaus voor jullie bijdrage. Hier in Elkeliek. Maar ik hoop ook achter de schermen. En nogmaals uiteraard veel dank voor jullie bijdrage. Ja, dit voelt een beetje als een soort studio sportmoment. Wat gaat er nu door u heen? Met alles wat u allemaal heeft gehoord en gedaan. Ik benijd u niet in uw positie om hier een conclusie uit te trekken. Nou, dat ga ik ook niet doen vanavond. Ik blijf in afwachting ook van het rapport wat we in januari gaan krijgen. Wat ik wel opvallend vind, en daar ben ik heel blij mee, is de uitdagingen worden herkend. Maar er is ook een overwegend positieve toonzetting over hoe daarmee om te gaan. De suggesties die gedaan worden als dan de toelichting gegeven wordt nadat de Mentimeter heeft gesproken, die gaan over het algemeen uit van het positieve. En dat vind ik herkenbaar, ook als ik nu 3 jaar bezig ben, ook in de regionale samenwerking van Hart van Brabant. En dat vond ik ook heel kenmerkend bij de discussie in de Verenigde Vergadering over de strategische meerjarenagenda. Toen was het ook een discussie van, ja, wat kunnen we samen doen of wat zouden we nog meer samen kunnen doen met het realisme. Het moet ook betaald kunnen worden en het moet niet te groot worden, dat zie ik nu ook terug. En dat betekent dat de onderzoekers
zouden kunnen vaststellen, nou, die uitdagingen die ze geformuleerd hebben, die worden herkend. Mm-hmm. Maar die worden ook positief benaderd. En dan ben ik benieuwd naar welke oplossingsrichtingen dat oplevert. En dan, wat ook gezegd werd daarnet, zit er ook heel veel realisme in de reacties. Ja. Nou, daar ben ik blij mee, want we hebben niks aan hoogdravende toekomstvisies. Het moeten uiteindelijk ook realistische voorstellen zijn waar we wat mee kunnen. Ja. Nou, mooi. Er zijn nog twee vragen, een hele praktische en wellicht een wat filosofische. Laat ik de filosofie aan u voorleggen. Wanneer komt de regio naar de gemeente? Ja, dat wat mij betreft meer. Dat is wel een terechte opmerking of een suggestie. Want kijk, de regio is van ons allemaal. En waar het om gaat is hoe dat de verbinding tussen de gemeenten, de gemeenteraden en de regio beter tot stand komt. En ik zou het hebben willen doen, ook het afgelopen najaar, een ronde maken langs de raden, ook als voorzitter van de regio, om op te halen wat daar leeft. Dat had ook nog in de input kunnen zitten voor het onderzoek en hoe we daarmee omgaan. Dat is niet gelukt, dat geef ik eerlijk toe. Dat heeft ook alles te maken met iets wat corona heet. Maar dat we daar ook over na moeten denken, dat zat ook in veel suggesties die we vanavond ook gezien hebben. Zeker. Van probeer die verbinding beter tot stand te brengen, hoe je dat doet. Nou, daar zijn heel veel suggesties over gekomen. Niet alleen portefeuillehouders overleggen, betrokkenheid van raden. Hoe kun je daar ook mogelijk afspraken over maken dat gelijkluidender kan? Hoe kun je ook zorgen dat we mogelijk meer regionale bijeenkomsten hebben? Het werd al opgemerkt, het is vrij uniek dat wij in onze regeling al hebben staan dat je een verenigde vergadering kunt hebben. We gaan er spaarzaam mee om hoe we die bij elkaar roepen. Dus... zonder vooruit te lopen op welke conclusies de onderzoekers uiteindelijk ook gaan voorleggen, in die positieve toonzetting van de reacties die ik hoorde en zag vanavond, ja, daar put ik goede hoop uit op de verdere discussie die we na januari gaan krijgen. Mooi, dank daarvoor. Nog een hele praktische, dan kijk ik ook in de camera maar even naar de mensen van communicatie. Want die slides die worden gedeeld en Iris Jansen die zegt, kan daar ook even worden aangegeven hoe de raadsleden contact kunnen opnemen, dus via welk telefoonnummer of e-mailadres. Dus ik ga ervan uit, beste sprekers, dat we jullie e-mailadres hierop mogen delen. Want die zijn ook op de website van de universiteit te vinden. Dus dat is nog even een wenk aan de mensen van communicatie. Als die slides online zetten, dan even, en dat geldt denk ik ook voor de eerdere sprekers, dat hun e-mailcontact er even bij wordt gezet. Want dat maakt het voor raadsleden natuurlijk ook makkelijk als zeggen, ik heb nog een bepaalde vraag. Martijn, ook voor jou. Genoeg geconcludeerd, genoeg gezegd. Wil je nog eens kwijt? Nee, ik ben heel dankbaar voor de waardevolle input. Het was, wat ik al zei, voor ons ook een experiment om het op deze manier te doen. Wij wilden heel graag zoveel mogelijk input en zoveel mogelijk gevarieerde input. Ik denk dat we die hebben gehad. Ja. Oh, één aanvulling. Ja. Iemand zegt nog, wordt de jeugd hier ook bij betrokken of bevraagd? Want daar ligt de toekomst. Zij hebben mogelijk als gemiddelde leeftijd een andere visie en suggesties voor ons allen. Ja, dat is een goede vraag. Nou, als jullie onder jeugd verstaan studenten, scholieren, dan zeker. Ja. Die zijn hierbij betrokken. Kijk. Dus dat in ieder geval. Maar mochten er nog andere suggesties voor zijn, hoe dit toch tot een nog jeugdigere groep wellicht te bespreken, dan horen we die graag. Maar voor een deel hebben we die inderdaad in het vizier. Ja. En nogmaals, we zullen de e-mailadressen in de slides gewoon zetten, dat u contact kunt opnemen. Maar het leuke is dus, dit gebeurt al. Ook aan meneer Weterings, voor nu alles gezegd. Wilt u nog iets kwijt? Ja, misschien iets over het vervolg, want ik denk dat de raadsleden dat ook graag willen weten van wanneer komt het onderzoek en hoe gaan we er dan verder mee. Ja. De afspraak met de onderzoekers is dat wij begin januari een rapportage krijgen in een vorm die ook aan de onderzoekers is, maar op basis waarvan wij in ieder geval het gesprek met de raden aan kunnen gaan. Hoe gaan we dat doen? Daar iets meer over vertellen. We hebben de begeleidingscommissie bij het onderzoek. Daar zitten de vertegenwoordigers in van alle betrokkenen bij de regionale samenwerking. De raadsleden, de griffiers, de gemeentesecretarissen, wethouders, burgemeesters. En die begeleidingsgroep samen met de klankbordgroep governance van de raadsleden, die gaan we bij elkaar roepen. Om door de onderzoekers toegelicht te krijgen van wat zijn nou de resultaten van het onderzoek, wat zijn de aanbevelingen die de onderzoekers doen. Ik ga ervan uit dat dat halverwege januari volgend jaar kan gebeuren. En die groep geeft ook
gegeven, nou, de discussie die ze er met elkaar over hebben gehad, een advies aan het algemeen bestuur hoe om te gaan met het rapport. Het algemeen bestuur doet uiteindelijk een voorstel aan de gemeenteraden. Zo willen wij omgaan met het rapport. En ja, dan hoop ik ook op het einde van het eerste kwartaal van het nieuwe jaar daar ook met elkaar de afrondende discussie over te kunnen hebben. Mooi. Helder. En ook goed te weten, deze toezeggingen staan allemaal keurig op beeld en tot in de eeuwigheid terug te kijken. Er komt hier ook nog een vraag. Kunnen de slides ook op de site van Hart van Brabant? Nou, het antwoord daarop is ja. Wat op de website zal worden gepubliceerd zijn dus de slides, inclusief e-mailadressen van de mensen die u hier in beeld heeft gezien. Een link komt er ook op het YouTube-kanaal, maar daar zullen we uiteraard op de site ook even de link zetten. En ook de Mentimeter, dus de input die u zelf heeft geleverd, kunnen we daar uiteraard ook netjes allemaal publiceren. Dat zijn volgens mij ook even de concrete dingen. Ik neem aan dat de mensen van communicatie hier ook in meekijken en ik zal ze dat straks separaat ook nog even meegeven. Dat zijn volgens mij ook nog de afspraken die hierbij horen. Zeker. Alles dank. Gezegd, dank. Ja. Martijn ook, dank. Alles gezegd. Dank uiteraard ook nogmaals aan u allen thuis. We weten, dit is een andere manier dan we gewend zijn. Normaal is het ook leuk om met elkaar nog even informeel na te praten. We weten allemaal waarom dat op dit moment niet kan. Daarom zijn we des te blijer dat u wel in grote getale hier heeft gekeken en ook met ons heeft meegedacht en gedaan. Het geldt uiteraard ook aan alle mensen achter de schermen die hard hebben gewerkt om deze avond tot een succes te maken. Ook uiteraard de mensen van de techniek. Heel veel dank daarvoor. Ik wens u allen heel veel wijsheid, maar bovenal ook veel gezondheid toe. En wij hopen elkaar een volgende keer weer te zien. Dank en een fijne avond nog.